goed, we gaan beginnen. En ik nodig met heel veel plezier uit onze tafel de minister van Financiën en voorzitter van de Eurogroep, Jeroen Dijsselbloem. Welkom. Nou, doen deze microfoons het wel, mensen? Ja, gelukkig voor de verademing. Deze stoel is nu al warm. Ja, deze ook. De lampen hebben er al op gebrand. Ja, inderdaad. Net alsof er iemand een uur heeft gezeten. Meneer Dijsselbloem, ik kan u garanderen dat is niet gebeurd. Oké. Het is de spanning, denk ik. Ja. Even een vraag aan u. Wat is leuker, minister van Financiën zijn of voorzitter van de Eurogroep? Oh, die vraag krijg ik steeds vaker. Dit is echt veel verschillend. Voorzitter van de Eurogroep is, doordat het vaak wel ingewikkeld is, met 18 landen en allerlei instellingen, Europese Commissie, Europese Centrale Bank, noem op, vaak wel uitdagender om dat ook nog tot een goed einde te brengen. Maar ik vind de Haagse politiek ook heel erg leuk. Ja, u houdt keurig in het midden, maar bij de Belgische buren ter Zaken TV is u toch echt duidelijk verteld dat voorzitter van de Eurogroep leuker is. Ja, de term was toen niet leuk, maar als... Plezant. Plezant. Plezanter is het zeker. Misschien moet ik de vraag stellen, wat blijft u langer doen? Minister van Financiën of voorzitter van de Eurogroep? Zoals er nu uitziet, minister van Financiën. Ja. Voorzitter van de Eurogroep. Ik ben aangesteld tot zomer 2015. En er zijn allerlei mensen die nu mijn functie ambiëren. Die laat ik allemaal weten dat de functie niet vakant is. Maar minister van Financiën hoop ik te blijven tot 2007. U zegt de functie is niet vakant, maar daar gaat u toch niet over, of wel? Daar gaan de ministers van Financiën over. Zo is het geregeld. Zij kiezen, dat hoeft niet uit hun midden, maar zij kiezen een voorzitter. Maar ja, er zijn heel wat kapers op de kust. Hè? Eigenlijk, zoals Frankrijk wil, dat u zo snel mogelijk verdwijnt. Dat ze iemand met dan het argument, moet natuurlijk Fransman worden, dat begrijpen we allemaal. Maar het argument is dan, ja, je moet iemand hebben die zich volledig kan wijden aan deze taak. Ja, dat willen de Fransen, dat willen ze al heel lang. Dat wilden de vorige en de voorvorige Franse president ook. Ze willen een economische regering van Europa. Overigens is mij nog niet helemaal duidelijk wat die economische regering van Europa dan is en hoe ver dat zou gaan. En het lijkt mij logisch dat je die discussie maar eerst met elkaar voert. Willen we dat? Hoe ver gaat dat dan? Voordat je iemand ervoor aanstelt. Lijkt mij een goede volgorde. Maar qua belastbaarheid, ik kan me er wel wat bij voorstellen, want minister van Financiën lijkt mij toch een redelijke fulltime baan. Hè? Zou ik zeggen, redelijk. En dan ook nog voorzitter van de Eurogroep daarbij. Dus hoe combineer je dat? Want ja, er komt nog wat bekijken. En campagne erbij. En jou nog even dat nog. Ik weet niet hoe ik het combineer, maar het gaat. En ik overleef het ook nog. Dus het kost wel tijd. Wat bijvoorbeeld veel tijd kost. Is het zwaar? Nee. Maar nee? Ja, nee? Ja, het gekke is, ik krijg deze vaak ook vaak. En dan probeer ik... Ja, als u nou bij alle vragen gaat zeggen dat u ze vaker krijgt, dan... Oké, ik zal het niet meer zeggen. ik antwoord naar waarheid. Ik vind het niet zwaar. Ik vind het leuk. Maar ik begrijp dat moeilijk voor te stellen is. Maar ik vind het leuk. Dus kijk, volgens mij heeft het heel veel te maken met of je er lol in hebt en of het een beetje goed gaat. En als dat zo is, dan krijg je er energie van, dan hou je het vol. Als het niet goed gaat, als je heel veel gedoe hebt de hele tijd, dan verlies je de energie. Maar er is geen sprake van. Oh, mooi. En nou even deze vraag krijg je ook vast al vaker, maar ik ga het toch even stellen. Binnenkort, na de Europese verkiezingen, is er ook de banencarousel in Brussel. En nu we hier toch een kleine beperkte groep zijn, kunt u de waarheid wel vertellen. Ambieert u ook mee te gaan in die banencarousel? Nee, mijn vaste stelling is, ik heb een baan, dat is minister van Financiën, en zelfs een tweede deeltijdfunctie. Tot de zomer van 2015, wat de Nederlandse regering betreft, blijft dat zo. Oké, goed. We gaan dat afwachten. Hebben we andere kandidaten al op het oog? Wij als Nederland zijnde? Voor die banencarousel? Voor de banencarousel. Ja? Op het goede moment zal daar een goede Nederlandse kandidaat zijn. Ah. Ik vind dit wel een mooi moment eigenlijk. Ja, een goed moment. Ja. Ja, maar het is, ik ga er niet over. Althans niet in eerste instantie. Maar als het zover is, dan krijgt u het vast te horen. Mooi zo. Als eerste bij ons dus, hè? Dat begrijpen we nu. Oké, we gaan nu, ik zei net al, het is campagnetijd. De cijfers van de peilingen en zo vliegen ons om de oren. Vandaag kwam er weer van alles weer naar boven.
eventjes, allochtonen zouden niet meer automatisch kiezen voor de PvdA. Vandaag bleek ook bij Kieskompas dat 39% van de mensen die een stem op de PvdA hadden uitgebracht er spijt van hebben. En als u dan een campagne aan het voeren bent, denkt u dus af en toe, wat doe ik dit voor? Nou, het gekke is dat er deze campagne voor mijn gevoel een enorm verschil tussen de beeld wat uit die peilingen komt, wat alleen maar slecht is en mensen gaan massaal vertrekken. En dan loop je gisteren in Tilburg en Eindhoven over straat en door wijken, zoals we wel doen tijdens de campagne, positieve reacties. Ja, en mensen zeggen, ja, het is allemaal vervelend en jullie hebben moeilijke maatregelen moeten nemen, maar je doet het wel goed. En wat ontleent u daaraan? Wat leidt u daaruit af? Dat het misschien wel de uitslag anders kan zijn dan we nu, iedereen nu met grote stelligheid al weet. Dat is overigens vaak zo. Tenminste, wij zijn er al een paar keer in geslaagd om peilingen nog om te keren en toch met een goed verhaal weer een redelijke uitslag te halen. Ook dat gaan we deze keer ook doen. Ook de andere kant op wel eens, geloof ik, hè? Peilingen omkeren en dat het resultaat er een stukje minder was van de peilingen. Ja, dat hebben we ook wel eens gehad. Ja. Maar ik begrijp dat u in twee plaatsen hele enthousiaste achterbanden tegenkomen die veel begrippen ook hebben voor. Maar er zijn ook heel veel mensen die echt boos zijn op het kabinet vanwege alle bezuinigingen en zo die zijn doorgevoerd. Bent u die niet tegengekomen? Nou, ik ben ervan overtuigd dat die mensen er zijn, maar misschien dat ze het niet zeggen als ze dan volgen. Komt u wel in de goede wijken? Nou, dat denk ik wel, want een aantal van de maatregelen die genomen zijn komen zeker ook in dat soort wijken aan. Maar het is gek, mensen zijn enerzijds heel boos over maatregelen waar ze zelf het effect van voelen. En tegelijkertijd als je met mensen praat over de omvang van de crisis die we hebben gehad en dat je dan maatregelen onontkoombaar een aantal vervelende maatregelen zult moeten nemen. En dat we dat zo zorgvuldig mogelijk doen, dus om de economische groei zo min mogelijk te schaden, te zorgen dat die effecten nog een sociaal draagbaar zijn. Ja, mensen accepteren dat ook. Ja. Mensen zijn niet gek. Ze weten dat we uit een hele grote, diepe economische crisis komen. Merkt u nu dat die stemming, nu we toch misschien wat groene scheuten zien, zo links en rechts, dat die stemming nu ook beter is dan een half jaar geleden? Want een half jaar geleden kwam u in elkaar ook wel eens in de wijken, dus niet alleen nu. Dat mensen daar nu toch misschien iets meer begrip voor hebben voor de bezuinigingen die zijn doorgevoerd, omdat er misschien een soort wenkend perspectief is op economisch herstel? Ik denk dat dat wel meespeelt. Is de stemming beter dan een half jaar geleden? Een half jaar geleden was het geluid overal vrij massaal. Het kabinet bezuinigt de economie kapot. Punt. Dat zeiden heel veel economen. Dat geluid kon je horen in het maatschappelijk debat. Dat was moeilijk tegen te vechten, want het ging slecht met de economie. En we waren aan het bezuinigen. Dus zie daar het bewijs. Veel van die bezuinigingen gaan ook nu nog, moeten nog eigenlijk nog ingaan. Tegelijkertijd zie je de economie nog drie herstellen. Jaar lang, hè? 2015, 16, 17 krijgen we nog met die bezuinigingsgolf te maken. Toch? Ja, nou, veel maatregelen van bijvoorbeeld die samenhangen met een aantal hervormingen, zoals het dan wordt genoemd, gaan in 2015 bijvoorbeeld in. Precies. Veel minder in 2016 en 17, maar sommige dingen uit het regeerakkoord in die periode nog. Tegelijkertijd trekt nu de economie aan en is dus de eenvoudige stelling, ja, u bezuinigt de economie kapot, is nu iets minder vol te houden. Tegelijkertijd moet er ook niet al te moeilijk over doen. Op het moment dat je het economisch slecht gaat en je zou de kraan gewoon vol opendraaien, dan heb je een korte termijn positief effect in de economie. Dat zie je vrij snel. De vraag is alleen, beklijft het? Zit er ook een echte versterking van de economie onder? Of is het gewoon uitgaven opjagen? Met de consequentie dat het tekort oploopt. De schuld is natuurlijk, in het begin van de crisisperiode, mensen zijn dat alweer vergeten, is dat ook gebeurd. Kort na de start van de crisis in 2008, het toenmalige kabinet heeft gedacht, deze crisis duurt kort, we gaan ons daaruit investeren. En de schuld is opgelopen van 45% naar 75%. Dat was geen goede beslissing. Was een foutje van Wouter Bos? Het was op basis van de verwachting toen dat het maar kort zou duren. Dat het kort zou duren. En dan is dat zo'n strategie, om het zo te noemen, is vol te houden. Ja. Maar de crisis duurde 5 jaar of langer. Er kwamen na de bankencrisis kwam een eurocrisis, et cetera. Dat duurde veel langer. En dan ga je jezelf in hele grote schulden werken, met het risico dat je op een gegeven moment gewoon ook niet meer financierbaar bent of een enorme rentelast hebt. Dus ja, het is passen en meten. Maar over dat passen en meten gesproken, zijn we nu uit de crisis? Het is maar hoe je het bekijkt. Hoe bekijkt u dat? Nou, we zijn uit de recessie. We hebben nu een aantal kwartalen weer economische groei en de prognoses zijn ook allemaal goed. Maar de werkloosheid is nog niet aan het dalen. Die neemt nog verder toe in de loop van dit jaar. En we hopen natuurlijk in de tweede helft van het jaar dat de werkloosheid echt gaat dalen.
Maar dat is nog niet zo. Dus ik vind het moeilijk om nu de vlag uit te hangen en te zeggen, nou, mensen, fantastisch. Ja. Want je komt wel mensen op straat tegen die gewoon een baan zijn kwijtgeraakt. Heel veel. De werkloosheid is nog nooit zo hoog geweest. En hoe trekt u zich dat als PvdA extra aan? Ja. En wat denkt u, heeft u daar een antwoord op? Nou, we hebben bij de vormgeving van onze plannen, zoals we ze op Prinsjesdag hebben uitgebracht, is natuurlijk alle aandacht uitgegaan naar de 6 miljard. Dat werd gezien als plat bezuinigen. Maar we hebben wel dat pakket zo in elkaar gestoken dat het zo min mogelijk economische schade veroorzaakte. Zo min mogelijk schade aan die opleving van de economie. Dat bleek ook aan de doorrekening van het CPB. We hebben nog een tweede ding gedaan wat weinig aandacht heeft gehad. We hebben een pakket gemaakt van stimulerende maatregelen of maatregelen waarmee vermogens die ergens geparkeerd of vastzaat in Nederland, vrij konden komen. En ook dat soort elementen, dus extra geld voor de ondersteuning van kredietverlening aan MKB, wat echt een enorm knelpunt is. Extra geld voor een energiebesparingsfonds om alle huizen in Nederland waar de energie zo uit wegloopt te isoleren. Wat aan twee kanten werkt, meer werkgelegenheid voor de bouw en het bespaart gewoon in energielasten van mensen. Dus allemaal dat soort stimulansen die dit jaar nu gewoon gaan lopen en gaan bijdragen aan het economisch herstel. Okay, dan wil ik even stil blijven staan bij die bouw. Veel huizen staan onder water, oftewel de hypotheek is een stuk hoger dan de waarde van het huis. Er is een overschot, een behoorlijk overschot aan koopwoningen. Die doorstroming komt ondanks dat de Vereniging van Makelaars af en toe enorm die vlag uitsteekt. Dat is een soort pep talk van mensen, koop nu, het ziet er gewoon niet goed uit. En de motor van onze economie was toch altijd die bouw. En die bouw komt zo niet op gang. En er zijn dus mensen die zich daar heel erg zorgen over maken en zeggen, en daardoor zijn we nog lang en lang die crisis niet uit. Het zijn twee kanten aan het verhaal. De eerlijkheid gebied te zeggen dat de woningmarkt in Nederland natuurlijk gewoon echt fundamenteel niet gezond was. En dat de bouwsector in Nederland, mede door die enorme aangejaagde woningmarkt, met alsmaar stijgende prijzen, mensen die steeds hun hypotheek weer uitbreiden om nog een stuk aan te bouwen, die bouwsector ook enorm is gegroeid. Dus een deel van de problemen in de bouwsector is ook echt gewoon teruggaan naar een meer normaal bij Nederland passend niveau. Dus het is een conjunctuurprobleem, crisis, en een structuurprobleem. Er was gewoon een te grote, uit de klauwen gegroeide bouwsector door die enorme aanjagende hypotheekrenteaftrek. Nu maken we de sector gezond. Dus ik ben ervan overtuigd dat je ziet de vraag neemt alweer toe. De prijs hopelijk binnenkort ook. Het verschilt per regio. In sommige regio's is de prijs echt al aan het stijgen. In sommige regio's zelfs rond Amsterdam alweer zo zeer dat je er zorgen over moet gaan maken. En andere regio's daalt die nog. Maar ik ben ervan overtuigd dat... Bij Amsterdam is wel een uitzondering, hè? Zeker. Er zijn maar een paar plekjes waar de woningmarkt weer een beetje rozig uitziet. En de rest is toch wel nog steeds huilen met de pet op. Ja, het zijn altijd dezelfde plekken waar gewoon woningtekort is. Dus rond een aantal grote steden en rond mijn woonplaats Wageningen. Ja, dat is waar. Ja, dat is waar. Dat is ook echt zo. Maar het herstel treedt hierin. Er is geen, dat is een groot verschil met Spanje. Spanje heeft ook een enorme crisis in de woningmarkt. Daar zijn de huizenprijzen met meer dan 50% ingestort. Daar is de bouwsector als gevolg daarvan ook ingestort. Maar daar staan, als je in Spanje rondrijdt, echt massaal huizen leeg. Ja. Echt een overschot aan huizen. Die zullen dus waarschijnlijk ook onverkoopbaar blijven, want ze vervallen waar je bij staat. Dat hebben we in Nederland niet. In Nederland zit iedereen gewoon te wachten. Ja. Dat is... Maar waar wachten wij op? Dat is heel eenvoudig. Er wordt gewacht op de bodem van de dalende prijzen. Wanneer is de bodem bereikt? En daar zit iedereen op te wachten. En veel mensen proberen in de hoop dat de prijzen weer gaan aantrekken, het verlagen van hun vraagprijs uit te stellen. Dat snap ik. Want als je je prijs gedwongen moet verlagen en je blijft met de restschuld zitten, dan... Dus mensen proberen dat uit te stellen. Maar dat probleem blijft toch, want uiteindelijk een kwart van de woningen staat onder water. En die huizenprijzen zullen best wel een keer weer wat gaan stijgen. Maar zo uitbundig als het was, zal het een tijd lang niet meer worden. Nee, dus die woningvoorraad van woningen die onder water blijft staan, die 25%, ja, dat zal misschien over 5 of 10 jaar misschien een keer 20% zijn. Of 15%, maar dat blijft een hele grote pluk woningen. Ja. Met alle economische gevolgen van dien. Mensen die daarin vastzitten. Nee, maar je ziet dus ook dat, gaat maar vragen bij de banken, dat mensen in Nederland zijn hypotheek aan het aflossen zijn. Wat we bijna waren verleerd, omdat de bank het niet van ons vroeg en de hypotheekrenteaftrek het niet van ons vroeg. Mm-hmm. Dus er werd eigenlijk sinds de jaren 90 zijn we afgeleerd om gewoon hypotheken af te lossen. De laatste jaren zijn mensen die natuurlijk ook zien dat hun huis
minder waard is of zou zijn als ze het zouden willen verkopen dan een hypotheek. Zij gaan aflossen. En dat is een factor die is onafwendbaar. Ja. Dat zal moeten gebeuren. Maar het remt wel de economische groei. Dat zijn uitgaven die mensen dus niet kunnen doen aan een nieuwe auto of aan andere zaken. En dat zijn nou net de mensen die dat wel kunnen leiden. Ik bedoel, dat is een hele grote groep. Die kan niet aflossen. Dus die blijft daar mee zitten. Ja, ik zeg niet dat u als minister van Financiën er iets aan kunt doen. Maar dat schetst wel de problematiek van de huizenmarkt. En van de beperkte economische groei. Het is, het verschilt gewoon echt per individu. Het verschilt net of je werk hebt, of je ruimte hebt, of je nog iets kunt sparen en dus kunt aflossen of niet. En dat geldt voor heel veel. Maar ja, wat u zei, dat geeft je dan niet aan andere dingen uit. Je geeft het niet uit aan een nieuwe tv of aan de vijfde vakantie of weet ik wat. Je gaat gewoon echt focussen op dat aflossen. Ja, dit is het karakter van de huidige crisis in Nederland. Ja. En het wordt vaak een balanscrisis genoemd. Wat bedoelen we daarmee? Dat niet alleen huishoudens, maar ook veel bedrijven het eigen vermogen van weg is. De banken moeten hun balansen herstellen, hebben meer eigen vermogen nodig. Sommige pensioenfondsen moeten zich versterken. Dus iedereen is maar bezig om een soort conservatieve beweging aan het maken. Minder geld uitgeven, balans versterken, schulden aflossen, et cetera. En dat blijven we waarschijnlijk nog jaren zo doen. Dat is onafwendbaar. En dus economen die zeggen, ja, maar de overheid moet dan maar meer geld uitgeven om mensen daarin te helpen. Het enige wat je dan doet, is schuld verplaatsen. Dan verplaats je het waar het nu nog bij huishoudens zit, bij bedrijven, bij fondsbeheerders, noem maar op. Verplaats je het naar de overheid. Maar de overheid zijn wij gezamenlijk, zal ook moeten worden afgelost. En dat betekent dat we tot in lengte der jaren een hoge lastendruk houden. Maar wat is dan de consequentie voor de economische groei de komende jaren? Waar moeten mensen in de zaal dan rekening mee houden? Ik denk dat de economische groei in Nederland zich verder zal herstellen. Dat blijkt uit alle prognoses. Heel interessant is dat een deel van. Maar u schetst net een heel aantal factoren die ervoor zorgen dat maar heel beperkt het geval kan zijn. Nee, dat zijn remmende factoren. Ja. Maar dat wil niet zeggen dat er niet tegelijkertijd een nieuwe groei zal zijn. Er zijn ook een heel groot deel van het bedrijfsleven is goed gefinancierd, heeft investeringen uitgesteld de afgelopen jaren. En dat zie je nu loskomen. Waar komt nu het economisch herstel vandaan? Deels buitenlandse handel, wereldhandel, en deels bedrijven die weer aan het investeren zijn. Die zie je gewoon in één keer. Ja. Dat zal een belangrijke drijver zijn. Die twee van onze economische herstel. Ik heb me daar in die CPB-ramingen zo over verbaasd. Dat de CPB zo ongelooflijk optimistisch is over bedrijven die inderdaad weer gaan investeren. Van een dikke min in 2013 naar een hele dikke plus in 2014. Ja. Deelt u die verbazing? Nee, omdat je ten deel al in de CBS-cijfers, dat zijn dus de al gerealiseerde cijfers, zie je het al gebeuren. Ja, dat waren die elektrische auto's. Nee, dat is iets anders dan bedrijfsinvesteringen. Ja, alhoewel sommige waren door bedrijven inderdaad. Nee, maar je ziet het echt gebeuren. Het is ook in het Nederlandse bedrijfsleven zie je nu groot verschil tussen het MKB, de detailhandel, die buitengewoon zwaar hebben, en het midden tot groot bedrijf, die goed gefinancierd zijn, die ook nog winst hebben gemaakt gedurende de crisis, maar die heel veel investeringen hebben uitgesteld om te kijken van ja, wat gaat er eigenlijk gebeuren? Ja. Waar moet ik investeren? In welke ontwikkeling? Dat gebeurt nu, daar komt een deel van de groei vandaan. Ja. Maar even over het MKB, hè? Want ik weet zeker dat er ook MKB'ers in deze zaal nu zitten. Die hebben het moeilijk. Jarenlang hebben ze het grote etiket gehad, de motor van de economie, de plek waar de banen worden gecreëerd. Ze hebben het moeilijk, u zegt het zelf ook. En nou blijkt dat van de banken, die geven nog maar 32% krediet aan het MKB. En daarmee schijnt Nederlandse banken nog slechter te doen dan de Griekse, mind you, collega's. Herkent u dit probleem? En wat is er aan te doen? Ik herken het probleem zeer. En we kijken daar ook heel scherp naar. We hebben twee kwartalen gehad, de laatste twee kwartalen in het afgelopen jaar, dat de hoeveelheid krediet aan het bedrijfsleven, met name MKB, echt kromp. Met volle procenten krop. Mijn beeld is nu op basis van wat ik hoor uit de banken, dat het nu weer aantrekt. Eerste kwartaal dit jaar. En wij hebben zelf ook als kabinet, bovenop de instrumenten die we al hadden, credits, BMKB, dat is een fonds waaruit MKB'ers kunnen worden, innovatieve bedrijven in het MKB worden gesteund. En andere instrumenten hebben we nog eens 150 miljoen bovenop gelegd. En we hebben gesproken met pensioenfondsen en verzekeraars om hetzelfde te doen. Dus er zijn een aantal fondsen in oprichting specifiek voor kredietverlening aan MKB'ers. Hoeveel geld gaat erin zitten in die fondsen? Er is een initiatief vanuit Delta Lloyd, waar inmiddels ook pensioenfondsen aan meedoen. Dan heb je het over
laatste stand 200 miljoen. Maar het ontwikkelt zich, omdat er steeds weer andere partijen zeggen, ik wil ook wel meedoen, ik wil ook wel x miljoen in dat fonds stoppen. Nou, ik kan me niks voorstellen met 200 miljoen. Is dat veel of is dat weinig, gezien wat de banken vroeger altijd deden? Is een druppel op de gloeiende plaat? Het is niet zo dat banken, even om misverstand weg te nemen, het is niet zo dat banken geen krediet meer verlenen. Maar wel stukken minder. Het probleem met banken is, en dat gaat de komende maanden ook minder worden, dat de MKB kredietportefeuilles van die banken op slot zitten. Normaal wordt er afgelost aan de ene kant. En dat geld kan de bank weer, ook weer binnen het MKB, uitlenen. Mm-hmm. Het probleem is dat in die portefeuille van leningen een groot deel, 20-25% bij sommige grote banken, niet of slecht wordt afgelost. Dat zit in de bak met problemen. Dat betekent dat er veel minder geld is om aan de andere kant uit te lenen. Dus zelfs als een kredietportefeuille nul is, dan nog wordt er krediet verleend, omdat er wordt afgelost en uitgeleend. Maar ook daar zit nu een probleem. Maar u zei... Sorry. Nee, je ziet nu dat het... Ook omdat de economie aantrekt, het aantal ondernemers die gewoon weer kunnen gaan aflossen, ook weer gaat toenemen. En dat leidt weer tot meer krediet. Oké, want u zei, ik heb aanwijzingen. Dit soort dingen versterken elkaar allemaal. Het is ook een vliegwiel. We hebben een vliegwiel naar beneden gehad. En nu krijg je hopelijk een vliegwiel naar boven. Want u zei, ik heb aanwijzingen dat daar weer groei in gaat zitten. Dus in die kredietverleningsportefeuille van die banken. Dit kwartaal. Ja, ik heb natuurlijk nog geen CBS-cijfers. Dus je moet altijd heel voorzichtig zijn. Maar ik praat met de banken. Okay. Specifiek over dit probleem. Zij proberen ook echt initiatieven te nemen om meer ruimte te krijgen. Maar zij moeten op dit moment ook onafwendbaar ook voorzieningen treffen. Want er zijn gewoon een deel van die leningen gaan niet meer terugbetaald worden. Een deel van hun investeringen in vastgoed gaat echt verlies opleveren. En zij moeten dus ook voorzieningen treffen. Ja. Desalniettemin proberen ook de banken de kredietportefeuille voor de MKB'ers weer op gang te brengen. En zij zeggen op basis van realisatiecijfers die zij zien dat het... dit kwartaal. Ja, maar als overheid heb je daar toch een hele beperkte rol in. Ja, er zijn wat leuke initiatieven die u net noemde, maar dat gaat natuurlijk uiteindelijk allemaal een beetje om klein bier. Dat is ten opzichte van het totaal aan kredietverlening is het beperkt. Dat is ook absoluut zo. Een belangrijkste factor is hier gewoon of de economie aantrekt. Moet je ook realiseren dat een deel van het MKB zit nog in zo'n zwaar weer dat de kredietaanvragen die ze doen vaak gaat om verliesfinanciering. Met de stelling, ja, financier me nou nog één keer, want volgende kwartaal zal het beter gaan. Ja, en banken vragen dan natuurlijk ook, ja, maar hoe weten we dat? Je hebt geen eigen geld meer, je eigen vermogen is weg door de crisis. Dus het wordt ook steeds moeilijker. Maar goed, er zijn ook sectoren... Ook een grotere buffer aanleggen, dus zijn ze sowieso voorzichtiger met hun centen. Ja, maar het grote misverstand daar is dat blijkbaar mensen denken dat... als ik tegen banken zeg, je moet meer eigen vermogen, meer buffers hebben... dat ze dat geld niet mogen uitlenen. Dat is niet zo. Okay. Dat is iets anders dan een bankbelasting, die we in Nederland ook kennen. Dan haal je het geld echt uit de banken, stop je het in de schatkist. Kunnen ze het niet meer uitlenen. Maar als ik tegen ze zeg, u moet om niet zo snel om te vallen, meer eigen vermogen aanhouden. Dan kunnen ze vervolgens dat eigen vermogen wel uitlenen. Het is hun eigen geld. Daar gaan ze gewoon mee aan het werk. Okay. Dan is dat misverstand met deze opgehelderd. Nog even, we hebben het nu over prilherstel, economische groei, maar we hebben ook Poetin. Ja. En ja, ze zitten om te lachen, maar ik vind het zelf een hele griezelige ontwikkeling wat daar gebeurt. Vandaag is er weer van alles misgegaan. Dat kan nog behoorlijk wat roet in het eten gooien, hè? Maakt zich daar zorgen over? Ja. Nou, er zijn in dit soort cijfers is meestal zo risico's aan de positieve kant en aan de negatieve kant. Aan de negatieve kant staat absoluut de wereldhandel. Jij zei het al, CPB is daar optimistisch over. Maar dat kunnen allerlei factoren goed in het eten gooien. En dit is op dit moment natuurlijk de meest bedreigende. U vindt het de meest bedreigende? Ja. Gaat het daarover bij de eurogroep? Was volgens mij vorige week nog een eurogroep of niet? Nee, morgen. Morgen, oké. Okay. Gaat het daar morgen over? Ongetwijfeld. Wat wordt dan de insteek morgen? Maar kijk, wij zijn geen minister van Buitenlandse Zaken. Nee. Dus de oplossing ligt niet maar bij ons. Jullie passen op ons alles zeker. Waar praat je dan over samen? Wat zeg je nou? Erg, ja, erg man. Hartstikke erg. Oké. Ik ben heel benieuwd hoe dat gaat, want we weten eigenlijk nooit wat er precies besproken wordt. Hoe dat gaat met zo'n eurogroep. We zitten allemaal in zo'n onder tafel, u kloppend hamer zeggen. Nou, het is geen... Oké, dit is gentleman, Vladimir Poetin. En dan begint de eerste te zeggen... Ja, we hate him. We hate him, yeah, we too. Oké, next point on the agenda. Ik ben heel benieuwd hoe dat gaat. Vertel eens. Nee, ik wou zeggen, ga nog even door. Nee, ik verzin ook maar wat. Maar, ja. Nee, het gaat allemaal heel geordend en saai. Dus... sorry. Europese Commissie praat ons vrijwel elke vergadering bij over de laatste economische stand van zaken. De verwachtingen, de ramingen,
En dit soort aspecten, de downside risks, zoals het dan in jargon heet, de risico's naar beneden, komen ook aan bod. Daar nemen we overigens kennis van, want als ministers van Financiën heeft het niet zoveel zin om eindeloos te gaan praten over de grensposten die de Russen over hebben genomen van de Oekraïners. Dat doen andere ministers. Nee, maar je kunt wel praten over of je die 11 miljard beschikbaar moet. Ja, en die 11 miljard euro beschikbaar moet stellen aan Oekraïne of niet. Een deel van die 11 miljard zal in de eurogroep of in de ECOFIN, omdat het van de hele Europese Unie is, dan is het ECOFIN 28 ministers, zeker besproken worden. Daar zijn deze week nog geen voorstellen voor. IMF is nu op missie. En die komt met een voorstel, programma. En als de nieuwe regering in de Oekraïne zegt, prima, dit gaan we doen, dan zit daar ook financiële steun bij in de vorm van leningen van het IMF. En of steun vanuit de Europese Commissie. Maar het is altijd op basis van een voorstel, van een programma. Wat gaan we doen? We gaan niet zomaar geld overmaken. Is het niet zo dat er was daar een neiging om bij Europa te horen in Oekraïne? Maar ja, er zat wel een prijskaartje aan. Dus die miljarden die nu wel vrijkomen. Maar Europa weigerde dat toen. En toen zei Poetin, hebben jullie miljarden nodig? Bam. En toen is eigenlijk het hele gesodemiete begonnen. Heeft Europa niet voor een dubbeltje op de eerste rang willen zitten? Nee, dat geloof ik niet. Het was, maar ook als ze diep in hun hart ja denkt, zou je dit zeggen? Mijn herinnering hoe het gegaan is dat de regering in Oekraïne, de verdragen met de Europese Unie waren uitonderhandeld en men stond op het punt om die te tekenen. En toen is vanuit Moskou grote politieke druk erop gezet, doe het niet. En als je het wel doet, dan gaan we je boycotten. En doe je het niet, dan krijg je x tiental miljard steun de komende jaren. Dus het was niet zo dat de Europese Unie te weinig bood. Het gaat ook niet om wie het meeste biedt. Soms kan het belangrijk zijn bij zo'n land dat zo in de ellende zit. Ja, maar als dat voor een doorslag geeft, dan moeten ze daar hun eigen beslissingen nemen. Het is een onafhankelijk land. Alleen de onafhankelijkheid werd onder druk gezet door de immense druk die er vanuit Moskou kwam. U moet niet tekenen, want dan zullen we de gaskraan dichtdraaien. Maar nog even die 11 miljard, hè, die misschien richting Oekraïne gaat. U zegt dat is wel heel duidelijk. Wordt dat bewaakt dat dat niet zomaar die kant op gaat? Ik kan me voorstellen dat mensen daar wel mee zitten. Want hè, we hebben nu over de vorige leider van Oekraïne dat dat een crimineel was. Maar wat er nu zit, weten we natuurlijk niet of dat veel beter is. En daar ga je niet zomaar 11 miljard naar overmaken. Nee, dat gaan we sowieso niet doen. Ik vind het hele bedrag van 11 miljard erg ongelukkig. Het was denk ik een poging van de Europese Commissie om een krachtig signaal te geven van wij staan klaar om de bevolking van de Oekraïne te steunen. Dus nou, in algemene zin vind ik dat een begrijpelijk en terecht politiek signaal. Maar er werd meteen een groot bedrag aan. En dan ga je kijken, wat is dat voor bedrag? Dan blijkt dat het overgrote deel daarvan zou moeten komen van de Europese Investeringsbank en de Europese Bank voor Reconstructie en Ontwikkeling. Die is opgericht na de val van de muur. Zeker die laatste bank, die richt zich ook op het ondersteunen van deze landen. En dat gaat allemaal per project. En het wordt allemaal strak geregeld. En waar gaat het dan om? En waar wordt het aan besteed? En er is controle op corruptie en noem maar op. Europese Investeringsbank mag ook buiten de Europese Unie dingen doen. Dus zou ook in de Oekraïne dingen. Maar ook daarvoor allemaal keurig gemanaged, et cetera. En dat was al toegezegd, geloof ik ook, hè? Een groot deel daarvan staat ook gewoon, is ook gewoon voor de komende jaren al verdeeld. Dit is voor dat land, dat is voor dat land. Of het ook echt benut wordt, is afhankelijk van goede plannen. Hm. Dus ja, het beeld is nu gecreëerd. We vegen die 11 miljard bij elkaar en alstublieft. Nou, zo gaat het niet werken. Nee. Dat heeft dat land ook geen behoefte aan op korte termijn. Is er mogelijk liquiditeits, dus dat ze echt geldtekort hebben, de overheid, dat de boel dreigt in te storten. Daar zouden we op korte termijn wat aan kunnen doen. En daarna gaan we gewoon goede plannen maken. Niet handig gecommuniceerd van de commissie, zegt u? Nee, dat vond ik niet handig. Het kwam voort uit goede bedoelingen, maar het was goede bedoelingen en buitengewoon onhandig gecommuniceerd. Nou, mijn ervaring is altijd, als ik daarna zoveel moeite moet doen tot in de Tweede Kamer in een spoeddebat om uit te leggen wat is die 11 miljard, dan is er qua communicatie iets niet goed gegaan. Ja, dat kan me voorstellen. Dat debat was deze week. Nog even, daar heb ik geen duidelijk antwoord op gekregen. Dan wil ik het toch heel graag van u weten. Wij zitten hier in die Achterhoek en we zien het nieuws en we lezen de kranten, maar u zit toch dichter bij het vuur. Hoe groot zijn uw zorgen over dat hele Oekraïne gebeuren? Ja, hoe groot? Ik weet niet. Maar je kunt zeggen, het gaat wel lopen de sisser af, kun je denken? Zo? Nee, maakt u zich meer zorgen over Oekraïne dan over de pomphouders? Nou, daar gaan we het zo over hebben. Nee, maar je moet even kiezen, even schalen. Hele vuile vraag dit. Het gaat allemaal over brandstof. Dus, Dat wel.
Maar laten we ze even apart bespreken. Nou, als je er inhoudelijk naar kijkt, dan is onze handel met Rusland en Oekraïne is qua omvang niet heel groot. Maar dat maakt weer uit welke sector. Want als je net een bedrijf bent in de agro-food sector en je hebt een contract voor 100 miljoen in Rusland, dan is dat wel waar het om gaat. Dus in totaal hebben we denk ik 1,5 miljard agro-food business alleen al met Rusland. Maar op het totaal van onze export is Rusland niet de allergrootste handelspartner. 7 miljard geloof ik, hè? De grootste zorg is voor mij is de energieprijzen. Die zijn natuurlijk wel zeer afhankelijk van dit soort onrust. Rusland is een grote energieleverancier voor Europa. Ook daar geldt weer dat Nederland maar een klein deel van zijn gas uit Rusland haalt. Wel heel veel olie. We zijn de enige grootste importeur van Russische olie. Wij verhandelen en transporteren weer veel door Europa. Dus daar zit echt wel een risico voor de economie. Daar maakt zich zorgen over. Ja, want je merkt gewoon, hoewel het ook weer snel weg was. Een week geleden zag je echt heel veel onrust op de wereldmarkten en prijzen omhoog schieten. Een week later was het ook wel weer weg. Maar het geeft aan hoeveel zenuwachtigheid er is in de wereldmarkten. En daar hebben wij gewoon last van. Ik wil even terug weer naar het Haagse gebeuren. Namelijk het volgende. CPB-cijfers kwamen uit. Het roze waas viel over het land. U zei meteen, zoals een goede minister van Financiën taamt, jongens, geen gekke dingen, geen leuke dingen. Nuchter blijven. We hebben nog een groot tekort. En ik zie partijgenoten van u. Nou, we gaan nu eindelijk die middenklasse helpen. De inkomens moeten versterkt worden. Er moet lastenverlichting komen. Ook van de Partij van de Arbeid. Ook andere mensen, zoals D66 en andere partijen, zo hebben het gezegd. Gaat u nu de teugel strak houden of krijgen we eindelijk die lastenverlichting? Wie gaat het winnen bij u? Asscher of u? Nee, Asscher heeft alleen gezegd dat we over het thema van lastenverlichting, dat was inderdaad naar aanleiding van die miljard van Pechtold, die werd beloofd, heeft Asscher heel verstandig gezegd, daar gaan we dan na de zomer of rond de zomer, als we de begroting afmaken, en dan kijken we ook altijd naar koopkracht, gaan we daar wel over beslissen. Dus dat was een procedureel antwoord. Ja, dat was heel slim. Een handig antwoord. Ja, laten we even kijken wat Spekman Samson en Martijn van Dam zeiden. Die hebben het gehad over de koopkracht aan de onderkant. Ja. Nou, dat lijkt me klassiek PvdA. Dat zij zeggen, daar gaan we wel even op letten. Mijn lijn is als volgt. Iedereen is voor lastenverlichting, zeker in verkiezingstijd. Maar ik ben maar even heel nuchter. Volgens mij moeten we echt nog ons best doen om dit jaar onder die -3 te komen. Dat lijkt te gaan lukken. Maar er is geen ruimte om nu ineens de belasting te verlagen. Voor volgend jaar zitten we al wat verder van de -3 af, maar hebben we nog steeds een tekort. Laatste raming 2,1 tekort, dus dat is ongeveer 12 miljard. Geven we meer uit dan er binnenkomt. En ik wil graag verder omlaag. Dus je kunt wel lasten verlichten. Het is niet zo dat ik daarmee zeg, lastverlichting is onmogelijk. Maar dan zul je, om het tempo richting evenwicht vol te houden, zul je moeten bezuinigen. Dus maar het enige wat ik zeg in verkiezingstijd, mensen, als je lastenverlichting belooft, vertel er dan eerlijk bij waar je het gaat weghalen. En als de mensen in de zaal dan nog steeds enthousiast zijn, nou, dan gaan we verder kijken. Want het kan niet door tekort te laten oplopen, punt. Nee, dat zou ik echt onverstandig vinden. Oké, maar u staat wel een beetje alleen in, want zo in het begin in Den Haag de begrotingsonderhandelingen met de constructieve 3, de meest geliefde oppositiepartijen. En die willen een beetje boter bij de vis. Die hebben al hard geroepen, lastenverlaging. Wat gaat u doen? U kunt niet de steun aan het kabinet op spel zetten. Nee, nou ja, goed, met het enige wat ik zeg in verkiezingstijd is, als u praat over lastenverlichting, vertel er dan bij waar u het gaat weghalen, okay. Wie de rekening betaalt. Dat lijkt me... Bij D66 zegt bij de zorg en sociale zekerheid... Ja, mag het iets preciezer? Dan weten de mensen in de zaal wie de rekening betaalt. Ik geloof het eigen risico moet naar €500 omhoog voor de zorg. Ja. Is daar enthousiasme voor? Ja. Nee, maar in alle ernst. Het is altijd linkersoep in verkiezingstijd natuurlijk. Om te zeggen, ja, het wordt allemaal fantastisch. Maar we zijn er gewoon nog niet. En lastenverlichting, zeker als je het heel gericht doet, kan echt helpen om die werkloosheid omlaag te krijgen. Dus daar gaan we gewoon ook inhoudelijk naar kijken. Wat zou dan zinvol zijn? Maar dan moet je het ook eens worden. U wilt dan de lasten op arbeid, heeft u het over nu? Als je al lasten verlicht, zou ik zeggen, doe het dan heel gericht op arbeid. Zodat het bijdraagt aan het op gang brengen van werkloosheid omlaag. En dan zou u het kapitaal maar meer gaan belasten? Dan zul je moeten kijken, waar haal je het vandaan? Bij meer belasten van kapitaal, zegt Samson. Nou, ik denk dat we de komende jaren echt een discussie moeten voeren over een belastingstelselherziening. Laatste keer was in 2001, grote stelselherziening van Zalm en Vermeend. Wouter Bos heeft hem mogen uitvoeren, maar het was toch echt van Zalm en Vermeend. Ik denk dat we zijn nu meer dan 10 jaar verder. Er is heel veel gebeurd, waaronder een hele grote economische crisis met heel veel lastenverschuivingen en lastenverhogingen. Ik denk dat het goed is om nu te gaan kijken naar een nieuwe stelselherziening. Hoe ziet u dat voor zich?
Nou, ik denk dat PvdA en VVD in ieder geval zelf sterk het accent zullen leggen op de lasten op arbeid omlaag. En vervolgens moet je nog met elkaar eens worden over en waar doe je dan compenserend. Dat kan zijn vermogen, dat kan zijn milieu, dat kan zijn veel meer. Maar ik denk dat dat, ook als je kijkt naar ons belastingstelsel, gewoon. De crux is dit. Ik vind dat we ons niet neer kunnen leggen bij groeipercentages van 0,5%, 1%. Dat moet structureel omhoog. Dat kan ook. Allemaal analyses laten zien dat Europa kan meer groeien. Maar dan moeten er wel wat dingen gebeuren. Een van de dingen die in Nederland moet gebeuren is toch proberen die druk op arbeid, de belastingdruk op arbeid, omlaag te brengen. Dus dat gaat niet van vandaag op morgen. Daarom heb ik niet zoveel aan, zullen we een miljard doen, ongericht. Maar dat heeft wel enige haast, als u kijkt naar de enorme werkloosheid. Als u ziet, er is urgentie, dus nu, niet vandaag op morgen. Wanneer komt het andere belastingssysteem, zoals u dat voor ogen ziet? Nee, dat is niet op korte termijn. Dat vergt echt, de vorige grote stelselherziening heeft volgens mij 4-5 jaar gekost, vanaf het moment dat we zeiden, we gaan het doen. Wetgeving, et cetera, en de invoering. Maar nou, wordt er al aan gewerkt misschien dan, binnen Financiën? U bent de minister van Financiën. Zijn er werkgroepen binnen Financiën bezig met het ontwerpen van een nieuw belastingstelsel? We gaan dat doen. Maar dat is niet helemaal een antwoord op de vraag. Is er op dit moment een werkgroep binnen Financiën bezig met het ontwerpen van een nieuw belastingstelsel? Als je zo formuleert, het antwoord nee. Maar als je vraagt, wordt er dan over nagedacht, dan is het antwoord ja. Ja. Is niet een werkgroep. Ja, nee, ik weet niet wat het beeld is. Een select groepje mensen maar, denkt erover na. Het gebeurt alleen bij de koffieautomaten, niet bij een werkgroep of zo. Zoiets. Nee, er wordt gewoon serieus aangewerkt. We hebben nieuws. Moet jij zo even twitteren, dit nieuws. Ja. Dijsselbloem wil ander belastingstelsel. Ontzien van de belasting op arbeid. Oké. Okay. Ja, kan ik even uitsturen zo? Bel ik de redactie even. Nee, de nieuwe belasting. Ik heb volgens mij toch niet met mail in de mond gesproken. Nee. Ja, heerlijk, nee. Want dat vind ik niet goed. Nee. Heerlijk. Nee, maar omdat, wij zijn blij. Omdat hij het gaat checken. Of nee, ja, ik moet altijd even checken. Maar het punt is, er zit daar een voorlichter in. Die krijgt al die telefoontjes dan weer. Die gaat dan weer tegen mij. Redactie. Nee, zo heeft hij dat niet bedoeld. Verkeerd geciteerd. Dus dan check ik dat even. Hey, we hebben hier 350 getuigen. Kom. En een livestream. Iets anders. Peter begon er al over. We hebben hier burgemeesters uit de grensstreek op de eerste rij zitten. En iedereen maakt zich ontzettend zorgen over die accijns voor de grenspomphouders. Ik heb vanmorgen mail van de grenspomphouders gehad. Ik krijg ze een beetje iedere week. Mensen die echt in tranen volstrekt overstuur zijn. Ze moeten mensen ontslaan. Hun pomp moet sluiten. Het is echt hier in de grensstreek een drama. En even kijken. Nu is er Janne daar met een microfoon die het niet doet. Of nu eindelijk wel. Ik zou een beetje vertellen. Eentje van tafel. Jij zit er vast. Is er een microfoon die het inmiddels doet, mensen? Ja, die burgemeester kunt wel hard roepen. Ja, kunnen de burgemeester hard roepen? Wel. Even kijken. Ik zit een beetje in het donker te kijken. Burgemeester Joosten van Doetinchem, wat wilt u? Ga even staan, dat is het handigste van ons allen. Ook voor de livestream. Wat wilt u roepen over de accijns? Heeft u een kritiekeur of denkt u het valt wel? Ja, een microfoon. Ja, een microfoon. Ja, komt u maar. Rianne, yes. Nee. Het gebeurt nooit, nu wel. Ik mocht een paar keer de grens over afgelopen week. En dan zie je gewoon inderdaad volstrekt lege tankstations aan deze kant van de grens. En aan de overkant volop gele nummerplaten. En u had nogal wat met ministers van Financiën. Ik hoop dat mijn vrouw niet een kindje van Jeroen hoeft. Maar dat kwartje... Ja, even voor alle duidelijkheid. Het kind dat wij verwachten is niet van Jeroen. Hè? Dat kan ik bevestigen. Last time I checked. Maar hij weet dat niet, maar ik weet dat zeker. Ik kan het bevestigen. Dat kwartje van Dijsselbloem, die natuurlijk als je dan toch gaat nadenken over lastenverlichting, goed in het hele land, maar vervolgens hier in de grensstreek, gewoon die werkgelegenheid bij die pomphouders, en gewoon het verschil opheft, zou echt een maatregel zijn waar het hele land blij mee is, maar een drama in deze grensstreek, en die gaat natuurlijk langs de hele grens, dus van noord tot zuid, wordt opgeheven. En het zou echt één van de eerste maatregelen zijn, zodra dat binnen financieel verantwoord beleid kan. Dus niet wachten tot de zomer, gewoon nu. Tot mei, ja.
Ik neem aan dat de andere burgemeesters hier ook wel iets over willen zeggen. Meneer Albersen van Oude IJsselstreek. Kunnen jullie de microfoon van de zangeres gebruiken? Ja. De microfoon van de zangeres, yes! Ja, gaat u dan even staan. Rianne, wil jij de regie houden over de microfoon, anders krijg ik gastcolleges. Test 1, 2, 3. Ja, ja. Hij kan eruit. En dan moet je dan ook zingen? Oké, okay, meneer Albersen. Nou ja, ik weet nog toen ik 8 jaar geleden vanuit hier kwam wonen. Toen stond er een bordje in Gendringen, want ik kwam vlak aan de grens. Laatste tankstation voor de grens. Sommigen van u weten het nog. Want dan was het namelijk veel voordeliger om in Nederland te tanken dan in Duitsland. Toen kwamen Duitsers hier tanken, nu is het omgekeerd. Ik kan niet precies, ik weet dat het dramatisch is voor sommige tankstationhouders. Ik ken ze ook en ik spreek ze ook. Ik weet ook dat het zo is. En tegelijkertijd wil ik ook wel eens precies weten hoe het nou echt in elkaar zit. Want soms is er een voordeel en soms is er een nadeel aan de grenzen wel. Oh, okay. Ik denk dat we dat gewoon eens goed in beeld moeten krijgen hoe groot het probleem werkelijk is. Hoe groot het verlies is voor de staat. Hoe groot de winst is voor de staat. En ik denk de echte oplossing zit natuurlijk in veel meer Europees denken. Zodat je niet van die grote verschillen krijgt tussen landen in Europa. Ja, maar zover is het nog niet, meneer Albersen. En ik vind dat u heel erg keurig kabinetsbeleid verdedigt. Echt chapeau. Maar intussen kraperen wel een aantal grenshouders. Misschien zelfs inwoners uit uw gemeente. Kamperen? En ja, misschien moeten ze straks ook wel kamperen ook, ja. Ja. Nee, dat is ook, ben ik ook mee begonnen om te zeggen. Dat dat natuurlijk dramatisch is voor de mensen die dat treft. Dat is ook echt een probleem. Ik kan dat ook alleen niet zomaar oplossen. En u misschien ook niet, maar ik ben wel benieuwd aan de reactie van de minister erop. Ze hebben natuurlijk wel, ook Asja hier 4 weken geleden was, zei, we gaan dat in mei evalueren en kijken hoe groot het probleem is, hoe groot het verlies is voor de staat. Nou, ik ben ook wel benieuwd naar de uitkomst daarvan. Ja, maar we stellen het expres nu weer aan de orde, omdat minister Dijsselbloem natuurlijk veel meer over vertellen dan Asja. Ja, dus, nou, ik kan het Die had... Volgens mij gaat Wiebes erover, toch? Sebastiaan van het Erven van de gemeente Lochem, wil jou ook iets erover zeggen of ben je ook zo genuanceerd? Nou, ik zit sinds 2 maanden in Lochem en ik rijd nog veel rond door de streek. Tijdens mijn eerste ritje eigenlijk onderweg naar een sollicitatiegesprek. Volgens mij was het op de A18, zag ik een bord, Duitse prijzen. Nou, daar schrok ik eigenlijk in eerste instantie al van wat is hier aan de hand? En dat is wat ik steeds vaker tegenkom. En mijn gevoel, en ik ben daar heel erg simpel in, is ja, als het met je onderneming slecht gaat en je verdient als ondernemer te weinig, waarom blijf je dan je prijzen verhogen? Want dan gaan de mensen vanzelf al weg. Daarmee draai je het niet om. En ik weet, dat is een enorme simplificatie, maar dat is wel de vraag waar onze ondernemers mee zitten. Help ons nou weer eigenlijk die weg naar boven te vinden, want die weg naar boven, die voelt voor een heleboel mensen echt afgesloten. Heeft u zelf al eens over de grens getankt, of niet? Nee. Oké. Okay. Oh. En tot slot, meneer Bloemen. We houden ons hart vast. Ja. Om, ja, en wil ik een beetje weten wat u gaat zeggen. Ja, ik moet u zeggen dat ik eigenlijk van mening ben dat als je pomphouder bent in de grensstreek, dat je een soort van bedrijfsrisico hebt ten aanzien van de wisselende brandstofprijzen in Duitsland en in Nederland. Dus dat moet je eigenlijk een beetje in je bedrijfsvoering incalculeren. Het moet niet zo zijn zoals het nu is. Ik vind het nu wel erg uit de hand gelopen. Als ik dan hoor dat er honderden pomphouders in die grensstreek het loodje gaan leggen, dan zeg ik dat kan niet. En dan ben ik blij dat er over nagedacht wordt in Den Haag. Ik wil nog voor iets anders ook een aandacht vragen. Dat doet me de enige schroom, want zoals u weet gaan burgemeesters ook over de alcoholmatiging. Maar ik sprak laatst een slijter in Eibergen, vlak aan de grens. En die zegt, ik zie dankzij de accijnsverhoging ook enorm veel alcoholtoerisme naar Duitsland toe. Want ja, daar koop je inderdaad op dit moment een Bordeaux, mise en bouteille, au château, appellation contrôlée voor 30 Ik heb mezelf daar zelf nog niet schuldig aan gemaakt. Okay. Maar ook de slijterijen. Oké, okay, goed, helder. We hebben meer, de retail te meer onder te leiden. Dank u wel. Meneer Bloemen. Nou, meneer Dijsselbloem, kunt u de grenspomphouders en de burgemeesters iets van een blijde boodschap meegeven? Of? Nee, dat vrees ik op dit moment nog niet. Dat zal u ook niet verbazen. Dus ik denk dat er verstandige dingen zijn gezegd door de burgemeesters. Het is zo dat er nu duidelijk weglek-effect is van mensen die over de grens gaan tanken. Veel geld gaat er naar de buren.
Er gaan zeer wilde cijfers rond. Die worden aangeleverd door de belangenorganisaties uit de sector. Ik bedoel, prima, hun goed recht. Wij kunnen die cijfers eerlijk gezegd niet geloven. Dat wil niet zeggen dat ik de concrete problemen van de grenspomphouders niet geloof. Dat daar gewoon 25-30% vertellen zij mij, minder klanten zijn. Maar de cijfers van de belangenorganisaties zijn nog veel groter. En daarvan weet ik toch vrijwel zeker dat het niet kan kloppen. Dus we gaan die cijfers zo snel mogelijk in beeld krijgen. En dan beoordelen we of de effecten draagbaar zijn of ze verminderen. Bij eerdere, dit is natuurlijk allemaal eerder gebeurd, want een van de burgemeesters zei ook, ja, bij de grens heb je voortdurend dit soort dingen. Gisteren kwam weer een onderzoek uit waaruit blijkt dat gewone dagelijkse boodschappen in Nederland veel goedkoper zijn dan in België en ook goedkoper dan in Duitsland. En dat dus tegelijkertijd er ook toerisme, verkeer is. Richting de supermarkten, een klassiek voorbeeld schijnt de luiers te zijn die in Nederland veel goedkoper zijn. Maar goed, ik zal u er niet mee vermoeien. Nee. Nou, maar ik zou, dus toch, ik zou u toch aanraden, ga vanuit Wageningen eens één keertje bij Emmerich, bij de supermarkten kijken. En ook daar staat het bom en bom vol gele kentekens. Want ze tanken, ze doen meteen even gezellig de boodschappen daar. Ja, maar dan moet je... De braadwoers en zo. Maar het tegenovergestelde doet zich ook echt voor. Dus dat is altijd in de grensstreek en het is echt van alle tijden. Soms vroeger heette het smokkelen. Nu hebben we de grens open en mag je gewoon naar de overkant. Altijd in de grensstreek zal dit blijven. Desalniettemin, ik sluit mijn ogen er echt niet voor. Maar ik wil wel een beslissing nemen op basis van werkelijke cijfers. En die hebben we gewoon nog niet. En wat voor oplossing zou u hebben als die BOVAG nou toch gelijk zou hebben? Wat kunt u dan doen voor de grenspomphouder? Nee, ik ga nooit als dan. Ik vind de cijfers die ik nu krijg, kunnen niet kloppen. Het zijn zo, de effecten zouden zo enorm zijn, ook over het hele land heen. Hè, want zij zeggen dan de schatkist, Utrecht, de schatkist verliest honderden miljoenen. Dat zou echt... Dus dat, we hebben hier dat wel accijns... ervaring mee, want dit soort dingen zijn eerder gebeurd. Dat onze accijnzen hoger zijn dan in de grensstreek. In een andere periode zijn ze lager, dan hebben de pomphouders weer voordeel. Ja, uiteindelijk is het wel waar dat de enige oplossing, maar ik besef dat daar heeft nu niemand iets aan, de enige oplossing is dat we het een keer vlak trekken. Dat zou voor de grensstreek... Maar dat accijnsverhoging meer kost dan dat die oplevert voor de schatkist is onzin, zegt u. Dat kan ik me niet voorstellen. Maar wat zegt u nou over vlak trekken? Wat gaat u vlak trekken? Nee, ik zeg, de oplossing voor de toekomst is natuurlijk om dit soort accijnsverschillen te voorkomen in de toekomst. Ja, dat het op Europees niveau hetzelfde moet zijn? Nou ja, of alleen al in Noordwest-Europa, in onze hoek van Europa. Maar ik zie het niet snel gebeuren. Nee. Want dan moet je ook dat volhouden. Ja. Het is niet één keer vlak trekken, maar dan ook voortaan gezamenlijk optrekken. Nou. Zit er compensatie in als blijkt dat het misschien niet zo dramatisch is als BOVAG voorstelt, maar dat er toch hier mensen het loodje leggen? Zit er compensatie in voor de grenspomphouders dan? Volgens mij is het ooit eerder geprobeerd of is er eerder zo'n compensatieregeling geweest. Mij is verteld dat het heel slecht is afgelopen, dat heel veel geld daarvan moest worden terugbetaald later. Dus ik ben daar heel voorzichtig in. Maar u zegt eigenlijk, we gaan het zo snel mogelijk gewoon de effecten echt in beeld brengen en dan beslissen we erover. Oké, goed. We zijn er, we krijgen nog muziek. Muziek! Ja, het wordt een lied voor al die mooie grote smokkelaars. Weiß, es wird einmal ein Wunder geschehen und dann werden tausend Märchen wahr. Ich weiß, so schnell kann keine Liebe vergehen, die so groß ist und so wunderbar. Wir haben beiden denselben Stern und dein Schicksal ist auch meins. Du bist mich fern und doch nicht fern, denn unsere Seelen sind eins. Und darum wird einmal ein Wunder geschehen. Und ich weiß,
dass wir uns wiedersehen. Wenn ich ohne Hoffnung leben müsste, wenn ich glauben müsste, dass mich niemand liebt, dass es nie für mich ein Glück mehr gibt, ach, das wäre schwer. Wenn ich nicht in meinem Herzen wüsste, dass du einmal zu mir sagst, ich liebe dich, wäre das Leben ohne Sinn für mich. Ich weiß ja mehr. Ich weiß, es wird einmal ein Wunder geschehen und dann werden tausend Märchen wahr. Ich weiß, so schnell kann keine Liebe vergehen, die so groß ist und so wunderbar. Wir haben beide denselben Stern und dein Schicksal ist auch meins. Du bist mich fern und doch nicht fern, denn unsere Seelen sind eins. Und darum wird einmal ein Wunder geschehen. Und ich weiß, dass wir uns wieder sehen. Ja, mensen, we gaan weer beginnen met het tweede gedeelte van deze aflevering van Politiek Café Piment. En we gaan praten met de dijkgraaf, met de burgemeesters. En het hoofdthema van dit tweede gedeelte is samenwerking. Oftewel, gebrek aan samenwerking. Wordt er wel voldoende samengewerkt in deze lastige tijden? Krimp, economisch gaat het minder, in de Achterhoek. Daarvoor hebben we echt spannende gasten aan tafel. Ik ga ze even, de volgorde heeft alleen mee te maken alsof ik getikt heb. Dus leidt er niks aan af. Niels Joost, de burgemeester van Doetinchem. Welkom. Hein Bloemen, burgemeester van Berkelland. Hein Pieper, dijkgraaf Rijn en IJsseland. Sebastiaan van het Erven van de gemeente Lochem. En last but not least Hans Albersen, Oude IJsselstreek. Ja, iedereen klaagt over de warme stoel en hij is werkelijk verschrikkelijk warm. Het is afschuwelijk. De lampen moeten hier dus absoluut vervangen worden. Maar dat betekent dat jullie hier gepeperd op de stoel zitten. Of niet? Het is lekker warm, ja. En dat is ook wel nodig, want ik was een paar weken geleden in het provinciehuis en ik hoorde dit over de Achterhoek. Luister goed, heren. Ik hoorde dit vertellen in het provinciehuis. Achterhoek? Het geveltje ziet er mooi uit. Maar daarachter is het qua samenwerking rot. Letterlijke quote. En niet de bode, hoezeer ik die mensen ook respecteer, maar echt iemand hoog op de ranglijst in het provinciehuis. Die naam hebben wij in de Achterhoek. Wie mag ik hierover het blijde woord geven? Meneer Joosten. Ja, hoewel ik misschien nog maar wat korter kijk. Het is absoluut niet rot, maar er kan heel veel meer gedaan worden. Dus als het bedoeld is als een aansporing om echt op inhoud die mooie afspraken die we gemaakt hebben nu samen te gaan uitvoeren, dan kan ik hem goed begrijpen. Want er is gewoon heel veel werk aan de winkel.
En daar moeten we echt schouder aan schouder stevig tegenaan. Oké, we gaan het zo even over hebben waar, op welke vlakken dat dan moet gebeuren. Maar ik wil eerst even een algemeen rondje. Meneer Bloemen, wat, herkent u deze woorden? Vindt u dat stiekem ja, ook? Ja, ik moet u zeggen, mij bekruipt een beetje het gevoel. Het is een beetje en vogue op het ogenblik. Om te zeggen dat hier in de Achterhoek niet goed wordt samengewerkt. En hoe zou dat komen, denkt u? Zijn jullie pispaatje of hebben jullie het nagemaakt? Ik weet niet hoe dat komt, maar ik durf wel één ding te zeggen waar ik een beetje van geschrokken ben. We hebben een kwartiermaker gehad hier, die mij zeer dierbaar is, Lisbeth Spies. Die heeft een rondje gemaakt langs de gemeenteraden. Dat waren allemaal openbare bijeenkomsten. Die heeft heel veel goed werk gedaan. Maar die heeft ook een oordeel geveld, in ieder geval in mijn raad, waar mijn raad behoorlijk ontstemd over was. Die heeft vrij hard gezegd, jullie moeten veel beter samenwerken. Nou begrijp ik best dat er altijd een overtreffende en een verbeterende trap is. Maar ik hoop hier vanmiddag duidelijk te kunnen maken dat het mijn stellige overtuiging... dat het in de Achterhoek heel goed gaat. Heel goed heel gaat. Goed wordt samengewerkt. Deze noteren we, dat we heel kijken goed of we deze uit kunnen afbellen. En het kan altijd beter. Oh ja, die ontsnappingsroute is al ingecalculeerd. Okay. Goed, meneer Van Erven, u bent een beetje hier de vreemdkörper, want jullie werken eigenlijk samen met Stedendriehoek, Zutphen, van Apeldoorn en Deventer. Maar ook wel op andere vlakken met de Achterhoek. Kunt u al een oordeel, u bent nog maar ook een kerstverse burgemeester eigenlijk. Kunt u al een oordeel erover vormen of denkt u, ik zal even wijselijk zwijgen? Nou ja, dat is natuurlijk een mooie uitdaging om toch even te zoeken wat ik zie. En wat ik zie, er wordt inderdaad wel veel samengewerkt. Maar wat we volgens mij nodig hebben is een nieuwe manier van samenwerken. Want ook zeker met de decentralisaties die gaan komen vanuit het Rijk. Dat vraagt ook om in de praktijk te gaan samenwerken. Want een hoop gemeentes kunnen dat niet alleen. En de manieren waarop we dat vanuit vroeger uit gedaan hebben, die passen niet meer bij deze tijd. En ja, dat knaagt ook aan politiek draagvlak voor samenwerking. Dus volgens mij moeten we daar echt een denksprong in gaan maken. Een denksprong. Komen we zo op terug. Wat die denksprong dan moet zijn. Meneer Albersen? Ja, hoe dramatisch het is, weet ik niet precies. Dat ligt er ook een beetje aan wie je spreekt. Want u spreekt andere heren nooit. Ja, nee, ik zeg... Ja, die spreek ik. Die spreken we. Dat is dan misschien wel het probleem, dat we wel veel met elkaar praten. Maar soms te weinig doen. Nou, ja, nee. Dat is een leuke co-host. Ja, ja. Ik hou van hem. Nee, het gaat soms inderdaad nergens over. En dan wordt er dus veel, ik noem dat wel eens, we bewijzen elkaar dan lippendienst. Hè? Dus we zitten keurig aan tafels te praten en zeggen hoe belangrijk het is. En vervolgens gaan we naar huis toe. En dan komt het verrekte weinig van terecht. Dus wat dat betreft ben ik het eigenlijk wel met u eens op een grote deel. Tegelijkertijd, want het is, de buitenkant is in ieder geval goed voor elkaar, begrijp ik van die meneer op het provinciehuis. Het geveltje. Het gevel is mooi gerestaureerd. Nou, dat is al wat. Nou, de inhoud nog en wat er achter die gevel zit. Ik denk dat er veel achter die gevel verborgen zit nog. Met name op het punt waar we een paar jaar geleden ons toch wel de naam in ieder geval mee verworven hebben. Dus dat we op een andere manier met ondernemers. En ondernemersorganisaties die hier ook van een aantal vertegenwoordigers hier aanwezig zijn. Met onderwijsinstellingen, met maatschappelijke organisaties. Op een, in ieder geval de intentie hebben gehad om het echt op een andere manier aan te gaan pakken. En dat is voor een deel ook gelukt. De intentie hebben gehad. Juist. Het is voor een deel maar gelukt. Komt. Ja, het is af en toe goed gelukt. En dat we echt zeggen, yes, we hebben een punt gemaakt. En af en toe dachten we van potverdorie, dit is eigenlijk verrekte weinig van terecht gekomen. Oké, ik begrijp dat hier toch inderdaad grote twijfels zijn over of de samenwerking wel afdoende is. Jullie hier en daar brengen jullie een lichtpuntje in. Over die lichtpuntjes, het gebrek aan lichtpuntjes gaan we spreken. Maar ik wil eerst graag Hein Pieper, dijkgraaf, Rijn IJssel. Want waterschappen moeten ook ongelooflijk met elkaar samenwerken. Bent u een beetje bekend met de manier van samenwerken hier in de Achterhoek? En wat vindt u ervan? Ik ken de manier goed. En ik denk dat er ontzettend veel mogelijkheden zijn om die nog te intensiveren. Men heeft prachtig kapitaal in handen. Voor alleen al vanwege de cultuur. Maar zoals een aantal mensen ook hebben aangegeven. Er zijn er van slagen te maken. We hebben als waterschap Rijn en IJssel ook een eigen slag gemaakt daarin. En we hebben inmiddels een andere manier van werken. Wat wij onder het kopje multischalig samenwerken noemen. Sorry? Multischalig samenwerken. Je hebt heel veel schalen waarop je je werk moet doen als organisatie. Dat geldt voor een waterschap als voor een gemeente. En die kun je niet elke keer mee met elkaar vergelijken. Wat wij doen nog steeds is elke keer one size fits all oplossingen bedenken. Dus de ene oplossing,
als we een probleem hebben, is, oh, daar moeten we. En dan krijg je vaak het fusiewoord, het F-woord voorbij. En ik vind dat, nou ja, terecht zulk oud denken. En daar lopen we op heel veel manieren mee vast, denk ik. En wat wij hebben gedaan als verschillende waterschappen. We werken nu met 5 anderen samen in Rijn-Oost. Dat is een groot gedeelte van oostelijk Nederland. En dan proberen we echt nieuwe vormen van samenwerken te organiseren met elkaar. En die, vooral vanuit ons culturele kapitaal. Kunnen we daar prachtige slagen maken. Even dat culturele kapitaal, wat bedoelt u daarmee? Nou, ik denk dat wij, en dat laat de crisis ook wel zien, dat we voorbij moeten aan het, dat de werkelijkheid in een model willen stoppen. We hebben altijd de neiging om, als er een probleem is, om een nieuw, vanuit de tekentafel een nieuwe oplossing te bedenken die meer vanuit een model werkt. En die werkelijkheid die zich zo snel aan het veranderen, dat daar wij altijd achteraan lopen. En wat we vooral moeten doen is kijken van waar ligt je kracht, waar ligt je zelflerend en zelforganiserend vermogen. Laat je dat nou als uitgangspunt kiezen. Maar wat is dan cultureel kapitaal, dat snap ik niet. Nou, dat is iets verschillend als u in deze kant van de IJssel zit of zit in de andere kant van de IJssel. Er zitten cultuurverschillen. Want in die cultuurverschillen zit jouw DNA, zit jouw werkkapitaal. En de een pakt het meer van die kant uit en de andere pakt het meer zo aan. En daar zit je culturele kapitaal. En daar moet je als uitgangspunt durven kiezen. En dat is de werkelijkheid waar je mee te maken hebt. Oké. Okay. Nou, meneer Joost, dan zit u hartstikke fout. Want u komt van die andere kant van de IJssel. En dan zit u een keer aan deze kant van de IJssel. Ik weet dat, culturele kapitaal. Dat normaal nog een keer zong, ik bleef aan de goede kant van een IJssel, hier bleef in een achterhoek. Hè? Ja! Ja, we blijven achter de IJssel, ja. Nou ja, kijk, zij gingen gewoon oerend hard. En dat moeten wij ook doen. Want, de waterschappen zijn een voorbeeld, zegt u. Nou, daar hoorde ik ook wel over van... Ze kwamen wel in het ziekenhuis terecht trouwens, toen ze oerend hard gingen. Ja. Maak het niet te simpel. En misschien hebben wij het hier nu wel te ingewikkeld gemaakt. En er werden net een paar dingen gezegd. We moeten inderdaad kijken welke uitdagingen zijn er. Wat is er vanuit dat culturele goud, dat prachtige gebied waarin we wonen, werken, die enorme innovaties die bij die ondernemers zitten. Hoe kunnen we nu, zonder te veel te praten over, moet ik wat meer samenwerken met Oude IJsselstreek, of moet Lochem wel of niet, eigenlijk aan deze kant van de IJssel in een samenwerkingsverband. Daar moeten we niet te veel tijd aan voor doen. We moeten nu samen met het bedrijfsleven, met die sociaal-culturele instellingen, moeten we gewoon echt aan de slag. En ik denk dat we die verbinding eerst moeten maken. Ja? En dan kunnen we altijd nog kijken of het dan ook slim is om nog intensiever die overheidskant te regelen. Maar we beginnen aan de verkeerde kant. En dat is denk ik waardoor nu even die kritische geluiden zijn. Daar zijn we net even de afgelopen periode iets te veel met onszelf bezig geweest. En nu gaan we met dat goede wat we verzameld hebben en dat goud wat in de Achterhoek ligt, gaan we gewoon aan de slag. Maar meneer Joost, u zegt dus eigenlijk, we gaan eerst spotlights richten op de onderwijsinstellingen en op de ondernemers. En dan zien we wel verder hoe het met die gemeente gaat. Nou, ik zei net dat ik een aantal keren de afgelopen maand al, die eerste maand dat ik nou hier mag zijn, de grens over ben gegaan. Om eens te kijken van hoe kan het zijn dat het in Noord-Rijn-Westfalen eigenlijk relatief beter gaat dan hier. Er staat geen muur, er staat geen hek, je kunt zo naar de overkant. Dat doen ook die mensen die willen tanken. Ja, maar dat moeten wij dus dan ook snappen, dat we dus daar veel meer mee moeten doen. Veel meer aan elkaar moeten knopen. En daar moeten we nu eens even mee bezig gaan. Ja, maar maak het eens concreet. Wat heeft zich tot doel gesteld de komende maanden? Dat ik het veel interessanter vind om te kijken, waarom is ondernemen net over de grens, of mensen van over de grens hier laten ondernemen, wat belet hen nou? Laten we dat nou eens goed inventariseren. En dan samen met, nou ja, of het nou Jeroen Dijsselbloem of een ander iemand in Den Haag is, eens kijken van wat kunnen we daaraan doen. Dat we daar gezamenlijk, en zo zijn er nog veel meer terrein, of het nu om de energieontwikkeling gaat, de schone energie. Daar kunnen we elkaar op vinden. Daar vinden we elkaar ook op. Maar nu nog met al die partners en aan de overkant van de grens. Oké, u wilt meteen, terwijl het hier nog niet, het huis nog niet op orde is in de Achterhoek, wilt u meteen al lekker naar die grens over? Ja. En laten we dan de problemen hier achter u liggen? Denkt u een nieuw speelveldje? Of nee, maar alleen een huisje opknappen en schilderen van waaruit je niks doet, dat heeft geen enkele zin. Oké, maar het huis moet wel opgeknapt worden. Dat komt daarna wel. Laten we eerst maar aan het werk gaan. Samen. Dus eerst in Duitsland gaan kijken en dan hier in de Achterhoek. Het is niet alleen, laten we ook... Ik probeer het te snappen. Ja. Nou, misschien mag ik helpen? Want om aanvullen. Ja, tenminste, de kunst is, als je even denkt aan dat huis en die gevel. Kijk, dat huis is er om in te wonen. Hè? Het is ook mooi als die er van de buitenkant mooi uitziet. Maar het gaat natuurlijk uiteindelijk wat er gebeurt in dat huis. Wat voor interactie daar plaatsvindt. Welke beweging er gebeurt in dat huis van de Achterhoek. En daar kun je als gemeente natuurlijk nooit alleen.
Zelfs is het zo dat gemeentes vaak een remmende factor zijn in de ogen van ondernemers bijvoorbeeld of van een grotere organisatie. Die zeggen, ja, die gemeenten blijven achter. Die lopen soms ook echt achter. Dus die organisaties klagen juist ook heel erg over het gebrek aan samenwerking. Nou ja, dat is dan een uiting daarvan. Maar het gaat natuurlijk ook eigenlijk om van ben je in staat als overheden, als gemeentelijke overheden, die maatschappelijke beweging, die economische ontwikkeling te stimuleren. Kunnen we dit concreet maken? Want ik snap er echt geen klap van. Nee, maar ik zal het concreter maken. Ja? Ja, het gaat allemaal over cultureel kapitaal en het huis. En dit, maar wat ga je nou samen doen? Nou ja, wat er in ieder geval nodig is, kijk, op het moment dat de economie, nou, dat hebben we het gehoord, weer gaat aantrekken, dan weten we nu al, vertellen ondernemers ons iedere maand, dat we dan een enorm tekort hebben aan arbeidspotentieel. Aan mensen die hier gewoon kunnen werken in de zorg, in de dienstverlening en in de maakindustrie. Daar is een tekort aan. Dus daar zal alle zeilen zullen moeten worden bijgezet om dat probleem op te lossen. Samen met die ondernemers en met die onderwijsinstellingen. Ja, maar hoe gaat u die zeilen dan bijzetten? Wat gaat u doen? Nou, daar kan ik wel weer een voorbeeld van geven. Want we hebben natuurlijk te veel over dat soort abstract samenwerken. De bereikbaarheid van de Achterhoek is daarvoor ontzettend van belang. Ondanks die minister en de goedkope luiers. Daar moeten we het niet van hebben. We moeten gewoon zorgen dat mensen die ook elders studeren, hier makkelijk hun stage kunnen doen, snel heen en weer kunnen. En moet je dan goed samenwerken, ja of niet? Daar moet je wel voor samenwerken. Maar wat we dus moeten doen is gezamenlijk bijvoorbeeld die bereikbaarheid en dat thema, of het nou over het spoor gaat, of de snelwegen, of de infrastructuur in de Achterhoek. Daar moeten we veel meer op inhoud diezelfde gesprekken voeren en diezelfde resultaten binnenhalen. En daar zijn we iets te weinig mee bezig geweest. De basis is goed. Dat is denk ik wat je hier ook hoort zeggen. We weten elkaar te vinden. Maar we zullen wat beter. En wat gaat er dan mis? Jullie weten elkaar zo leuk te vinden. Wat gaat er dan mis? Nou, waarom is het te weinig gebeurd? Een van de voorbeelden die ik tegenkwam was de discussie over wat is nu het belangrijkst in de Achterhoek. Nou, dan zeggen een aantal gemeenten, ja, de vrijkomende agrarische gebouwen en hoe moeten we daarmee omgaan? Dat begrijp ik. Want iedereen heeft andere belangen, zegt u. Iedereen heeft natuurlijk verschillende belangen, maar we hebben het te weinig gehad over zijn er ook belangen die we echt met prioriteit op één kunnen zetten die voor ons allemaal gelden. Nou, en dan komt bijvoorbeeld die bereikbaarheid. De bereikbaarheid. En dus dat de aanknopen met de kenniscentra zoals Eindhoven of Twente, dat we daar veel meer naar moeten kijken en dat we dat goed bereikbaar moeten maken. En dan zegt iedereen, ja, daar zijn we het over eens, want dan kijk ik even. Dan zeggen de buren, zeg ontzettend enthousiast. Ja, dat zeggen we. Daar zijn we het over eens. En dat moeten we dus gaan doen. Maar ik wil het nog concreet hebben. Wat moet er een nieuwe weg aangelegd worden of zo? Ja, bijvoorbeeld. Oké, waar? De A18 zijn we met z'n allen over bezig. Aha. Maar ook het verbreden, of in ieder geval het passeerbaar maken van dubbelspoor. Nou, dat zijn natuurlijk situaties waar iedereen die hier op de tribune zit en zegt, ja, als ik naar school ging of naar mijn werk ging, dan ben ik wel een keer komen te staan met dat boemeltje. Ja, dat is geen... Dat is niet een uitgangspunt om goed die economie en die leefbaarheid... En is dat een taak van de gemeente? In ieder geval om dat samen uit te dragen. Om ook als het moet daar samen dan een paar centen voor op tafel te leggen. Maar ook te zorgen dat het ook daadwerkelijk gaat gebeuren. En dat is tot nu toe nog niet genoeg gebeurd. Onvoldoende. Nee. Ja. Meneer, wat ik wou net zeggen, meneer Joosten, zolang ik hier in de Achterhoek verblijf, hoor ik altijd dubbelspoor. A18, dubbelspoor. Er gebeurt gewoon geen reet. F. Oh. Dan snapt u waarom ik zo enthousiast hier zit van verdorie. Ja, u bent. Maar misschien mag ik ook eens vragen waarom Bloemen, u... Waarom even u even de Bloemen, waarom zit dat? Ik begrijp net, wordt er bijna boel geroepen naar de bestuurders als ze luisteren. En daar kan ik me ook een beetje voorstellen. Want ik vind mijn collega's een beetje somber. Terwijl ik heb net gezegd dat het hartstikke goed gaat. Ik ben hier 10 jaar geleden neergestreken naar een gemeentelijke herindeling. Toen was de regio Achterhoek, er was een vergadercultuur van hier tot ginder. Die is geherstructureerd. We werken op het ogenblik via de regio Achterhoek hartstikke goed samen. De N18 komt er. We hebben een gemeenschappelijke woonvisie. We weten precies wat we moeten doen met bouwen en niet bouwen. We werken uitstekend samen op het gebied van de sociale wetgeving. We hebben uitstekende afspraken gemaakt over de 4 transities die op ons afkomen. Wat ons allemaal klauwen met geld gaat kosten. Maar waarbij wij wel met z'n allen weten waar die stip op de horizon gaat komen. Okay, hebben jullie dat gezamenlijk gedaan? Hebben jullie die zorgcontracten ingekocht? Ik niet zo goed waarom iedereen zo somber is. Natuurlijk, het kan altijd beter. Maar we leven wel in een crisistijd waarin het gewoon op dit moment economisch slecht gaat. En gelukkig hebben we nou net van de minister gehoord, is er een opgaande leiding. Ik ben niet de bestuurder die hier gaat zeggen, ik ga bij de pakken neerzitten vanwege de crisis en dat is de schuld van de overheid. Dat is helemaal niet zo. Het gaat hartstikke goed in de Achterhoek. Maar soms zou het ook heel erg... Daar zijn we het ook over eens, denk ik, met z'n allen. Ja, u mag kloppen, want daar zijn we het ook over eens. Maar soms zou het ook heel erg... Nee, dit is de
Ja. Ik kan ze zo aanwijzen. Maar in de zaal is dus een totaal ander gevoel hierover. Ook in de zaal heerst dus het idee dat die samenwerking stukken beter moet. Ik zal even een voorbeeld geven. Want dan blijven we lekker concreter, Peter. Toen het regiocontract met de provincie gesloten kon worden, waren de gemeenten er allemaal als de kippen bij om die middelen lekker binnen te halen. En ze vergaten even de ondernemers en maatschappelijke organisaties waren. Hoe geweldig samenwerken is dat, meneer Bloemen? Ja, daar is een structuurfout in de organisatie gemaakt. Hij is zelfs nog veel erger. Nee, hij is zelfs nog veel erger geweest. Want alle gemeenten hebben voor zich daar een verlanglijstje gemaakt. En er waren 120 projecten terwijl er maar plek was. Dat is schandalig dat eigenlijk. Dat is op zich schandalig, maar dat is hersteld. En het is mijn vaste overtuiging. Kijk wat we met het lentediner doen. Kijk wat hoe we gezamenlijk naar Brussel gaan. Dat er wel degelijk met de drie O's uitstekend wordt samengewerkt. En ik leg me er niet mee. Ik ga niet meehuilen met de wolven die zeggen het is hier een puinhoop. En ik weet allemaal niet wat dan. Het is hier goed. Maar precies wat gezegd werd, is dat we op dat terrein dus inderdaad nu veel meer de aandacht op die samenwerking met het bedrijfsleven en met die kennisinstellingen. Dat we daar nu echt het been is zeg maar bijgetrokken. Maar nu moeten we in hetzelfde tempo gaan en daar moeten we de aandacht op richten. Nu even meer dan op onszelf. En dan komt dat tandje erbij. Ja, dat ligt aan de grootte van het vliegwiel. Dat hoor ik bij u, meneer Bloemen, nog niet zo heel. Het gaat wel goed, het gaat fantastisch. Heeft u die motivatie dan wel om een tandje erbij te doen? Want u bent nogal tevreden over hoe het nu gaat. Als u naar mijn eerste termijn had geluisterd, had u gehoord dat ik zeg, het gaat hier hartstikke goed, maar het kan altijd beter. Ja, maar dat vind ik een enorm cliché. Dat is een dooddoener, dat weet ik wel. Maar zo is het wel natuurlijk. Hè? Ja, maar ik hoor de andere heer. Het gaat helemaal niet goed. Ik vind dat die veel te negatief. Meneer Bloemen, in Den Haag deze gehoord. Want ook daar kijken ze af en toe naar de Achterhoek. Ik lieg het niet. Weinig samenwerkingsverbanden in Nederland die zo mager zijn als in de Achterhoek. En u zegt het gaat hartstikke goed. Structuurfoutje, denk ik. Ik weet niet wie u zegt. Structuurfoutje. Men was jaloers, dat durf ik van de overkant van de IJssel wel te zeggen. Jaloers, juist op hoe partijen, hoe die overheden elkaar gevonden hadden. Nou ja, het feit al. Dat is een tijdje geleden bij de crisis en daarna is er niks meer gebeurd, zeg nee, men dan. Nee, dat geloof ik niet dat men dat zegt. Want juist de Achterhoek heeft als een van de eerste, hebben die gemeenten gezamenlijk een programma gemaakt. En dat was echt. Daar keek men vanuit het hele land jaloers naar. Wat we nu moeten doen, is inderdaad wegkomen bij alleen maar bij onszelf. En echt samen met die andere partners nu dat richting gaan geven. En daar zijn we nu, als we niet oppassen, raak je achterop. Maar wij passen wel op. En juist doordat we elkaar wel goed weten te vinden, ook dat programma als een van de eerste hadden, kunnen we ook die slagen maken. Want de Achterhoek is dat geweldige gebied. Er zijn die innovaties, juist die wisselingen die daar zijn. Die hebben heel veel kansen. Ik zie daar toch iemand kijken. Ik geloof gooi het eruit. Ik ben daar van huis uit wel een positieve hoor. Ja, dus dat hoorde ik net over die vaccins. Ja. Ja, dus ik zie de wereld meestal wel van de prettige kant, gelukkig. U weet dat met dit onderwerp aardig te verbergen trouwens. En ik heb ook jarenlang, ik ben bijna 8 jaar hier, echt ontzettend ingezet voor die regio. En ook voor ik geloof ook echt in die kracht van de Achterhoek. Want we zijn een hartstikke, niet alleen een mooi gebied, maar we hebben ook iets met elkaar. Als al die dorpen en al die gemeenten samen. Toch zijn we na een mooie start een jaar of 5 geleden. Toen was er echt de crisis en toen was de draai van, nou moet het echt anders. Nu gaan we echt voor duurzaam, nu gaan we echt iets met die ondernemers doen. Nu gaan we echt met het was echt een enorme drive en dat gaf heel veel energie. En na een paar jaar, is die afgevlakt. En een jaar of 1,5, 2 jaar geleden hebben wij in onze gemeente ook samen met Doetinchem gezegd, we hebben te weinig bestuurskracht, er komt te weinig van de grond. Toen hebben wij gezegd, we gaan fuseren als 2 gemeenten. Als een structuuroplossing. Daar kun je van alles van vinden. Maar het was in ieder geval ook uit onvrede een beetje geboren. Dat we dachten, die motor moet harder gaan draaien. Er moet meer kracht, meer power komen. Om echt die problemen op te lossen. Volgens mij heeft de Achterhoek dus ook is heel niet erg echt gelukt. Aan een echte, hoe afschuwelijk het woord ook is, maar aan een echte leider. Ja, dan had u de wethouders moeten uitnodigen en de lijsttrekkers vandaag. Want het was op zich wel wat bijzonder dat jullie de burgemeesters uitnodigden. Op het moment dat we de verkiezingen hebben. Daarom juist. Maar goed, ik had geen zin. We hadden vandaag geen zin in verhaaltjes hoe goed mijn partij het allemaal doet. Maar ja, jullie doen nu ook in één keer allemaal goed, begrijp ik. Dus dat is gewoon niet. Dat is gewoon niet echt op. Nee, het gaat ik vind dat het echt een. Maar jullie staan boven de partijen en aan het hoofd van die gemeente.
En alle raad zitten beginnen nou te piepen, maar goed, laat ik even zo stellen. En dus van jullie wordt het verwacht. Ja, nee, maar ik zie ook dat onze gemeenteraadsleden ook zelf vinden. We hebben vorige week de commissaris van de Koningin op bezoek gehad in onze gemeente. Ook met de raad gesproken. En er zijn een heleboel raadsleden die zeggen, er moet, nou, dat, niet alleen dat tandje erbij. Er moet echt een enorme slag gemaakt worden. Een enorme slag gemaakt worden. Maar dat is juist precies de rare stap die we moeten doen. Ja. Want aan de ene kant heb je dus die positieve insteek heb je nodig. Je hebt een burgemeester die zegt, jongens, we gaan ervoor, we geloven erin, we hebben de kracht voor. Aan de andere kant zullen we ook moeten toegeven dat we als overheid een heleboel problemen niet kunnen oplossen. Ik hoorde in een van mijn eerste dagen dat het aantal overnachtingen in de gemeente Lochem in een paar jaar tijd van 800.000 is teruggelopen tot nog geen 400.000 per jaar. En dat is echt gewoon een halvering van de recreatie. Dat kunnen wij als gemeente niet oplossen. En zeggen, ja, we gaan enthousiast samenwerken. Ja, natuurlijk gaan we enthousiast samenwerken. Maar wij krijgen hem niet zomaar voor elkaar. Dus ik vind dat we daar echt moeten zoeken. Hoe gaan we dat nou oplossen? En volgens mij... Laat ik het heel scherp doen. Ik rij ter kennismaking veel door de gemeente rond. Ik ga overal graag kopjes koffie drinken om kennis te maken. En ik zie sommige ondernemers die het heel goed doen. Die geïnvesteerd hebben. Die een prachtige zaak hebben. Denk, als consument kom ik daar graag terug. Er zijn ook al een heleboel plekken waar ik om denk, een jaren 70 kopje. En van het toilet waai je af. Nou, daar kom ik ook niet meer terug. En ook dat, die kritische massa hebben we wel nodig. Durf elkaar nou aan te spreken. Hoe kan het nou beter? Want die 400... Spreek je dan met zo'n ondernemer van, broertje, je moet je toilet een beetje lucht maken? Nou, ik heb afgelopen maandagavond met de Lochemse Ondernemersvereniging erover gesproken. En nou ja, die schrokken wel een beetje van een pittige toon. Maar we hebben het wel nodig. We moeten elkaar ook scherp durven houden. Waar moet nou wat bij? En dan komen die ondernemers terug. Eigenlijk terug naar de eerste gast. Die zegt, ja, wij moeten investeren om onze zaken peil te brengen. Dat zien wij, dat snappen we. We horen het nog een keer van u, dank u wel. Maar ja, van de bank krijgen wij niks. Want ja, we staan al, onze zaak staat ook onder water. Nou, wat ik nou zo'n thema vind. In het eerste gesprek werd er net even de vraag gesteld. Waar bent u nou banger voor? En toen was het Poetin en alles wat in de Oekraïne gebeurt. Of de financiën hier. Als er nou één regio is waar we nu al kans hebben om die energievoorziening te moderniseren. En we kijken dan naar wat onze oosterburen hebben. Die ons, als je de grens overgaat, ons op voorlopen. Je ziet geen boerderij waar niet het dak volledig blauw gekleurd is. Alleen maar zonnepanelen. Ja. Alleen maar zonnepanelen. En dat heeft een geld gekost in Duitsland. Ja. Oh. Ja. En laten we dan dus misschien zorgen dat wij dat niet met hetzelfde geld of te stimuleren. Maar die kennis zit hier op... Nou ja, als we niet meer kunnen tanken, fietsafstand hier vandaan. Dus laten we die kennis eens even horen van welke ervaringen, welke kinderziektes zijn ze tegenaan gelopen. En kunnen we het misschien met een andere financieringsidee, terwijl we hier ruimte hebben. We hebben hier slimme ondernemers, dat maken zit in het bloed. Nou, dat soort dingen, daar kunnen wij echt straks het verschil gaan maken als Achterhoek. En ik denk dat we daar ook dus samen mee aan de slag moeten. Ah, dat suggereert weer alsof we dat als overheid kunnen oplossen. Nee. Terwijl ik denk dat de link naar het bedrijfsleven veel sterker gemaakt moet worden. Ik mis ook vaak, ik zeg het ook wel eens tegen de mensen van VNO-NCW, waar zijn jullie nou steeds? Ik bedoel, jullie trekken ons vaak aan het jasje als overheid. Want jullie zijn te langzaam en doen dit en niet goed en dat te weinig en dat te veel. Maar dat bedrijfsleven, daar moet het wel vandaan komen. Ja, dan is wel eens mijn vraag, van waar zitten dan de belemmeringen? En hoe kunnen wij wellicht op een hele bescheiden schaal iets aan die belemmeringen doen om die economie dat echt aan draaien te krijgen? Mag ik even proberen. Rijn en IJssel is qua gebied 22 gemeentes, dus iets groter dan de Achterhoek. Dus wij overzien een iets groter gebied. En wat u typeert voor de Achterhoek zien wij ook in andere delen van ons gebied. En ik durf te wedden dat voor het grootste deel van Nederland geldt. En het is al een paar keer aangestipt. Is, we moeten niet vergeten, wij zitten in een enorme transitie. En we gaan naar een hele andere overheid toe met elkaar. En we zien diezelfde problemen overal opduiken. En de kunst is nou, denk ik, en ik denk dat er terecht wordt gezegd, er wordt te weinig samengewerkt. Maar er komt enorm veel op de gemeente zelf op het moment. Hun budget gaat verdubbelen. Er wordt een enorme focus gelegd op zorg de komende tijd. Ik zie samenwerkingsverbanden die ontzettend goed zijn georganiseerd. En dan komt de minister van Financiën langs en zegt, dat is interessant, dus, samenwerking is 21% BTW. Dus alle mogelijkheden die je aan synergie kunt bedenken, ben je in één keer kwijt. Omdat namelijk een bepaald ministerie extra geld nodig heeft. De kunst wordt is om te zien vooral wat gebeurt er in de samenleving. Wat gebeurt op dit moment bij creatieve mensen, bij creatieve ondernemers. En ik ga u een voorbeeld geven. Dat vergt best een mindshift. Dat vergt ook bij ons in de organisatie. Wij zuiveren het afvalwater.
Dat zijn afvalwaterzuiveringen. Die noemen wij niet meer zo. Dat noemen wij op het moment grondstoffenfabrieken. Waarom? Omdat daar gebeurt gewoon nieuwe ondernemerschap gebeurt daar. Wij kunnen daar energie opwekken. Wij kunnen daar kunstmestvervangers uit weghalen. Dat halen we al jarenlang, meer dan 1000 ton. We kunnen er bioplastics uithalen. We kunnen zelfs foodvervangers eruit halen. We kunnen bijvoorbeeld smaaktoevoegers voor uw groentesoep eruit halen. Ik weet niet of iedereen erop zit te wachten. Wow. Nou, ze krijgen al trek, zie je. Ja. Ja. Wij hebben het toch idee nog gehad als vandaag. Rijn en IJsselon zegt, weet je wat, we gaan een hub creëren. We gaan gewoon eens vragen, we hebben gewoon ruimte over, we hebben capaciteit over. Wij vragen aan een aantal ondernemingen, we willen de 5 hebben. Zouden jullie met ons willen in een deal gaan kijken of we zo'n grondstoffabriek nog verder kunnen uitbouwen? Wij hadden binnen 3 maanden 200 ondernemers op de stoep. Nou, we konden er echt maar 5 aan. Mm-hmm. Dus we hadden echt een groot probleem op dat moment. Dat is gewoon te veel geworden ineens. En op zo'n moment heb ik geen mogelijkheid, en in die zin vind ik dat we die handschoen moeten oppakken met elkaar, dan heb ik geen mogelijkheid om terug te vallen op samenwerkingsverbanden met onder andere gemeentes of de provincie. Want die laat dan ook verstek gaan. Als ik dan bij de provincie aanklop, dan word ik ook van het kastje naar de muur gestuurd. Dus dat vind ik maar laten we ons even concentreren op wat de Achterhoek voor u dan kan doen. Ja. Ik heb dan bestuurskracht nodig en dat is te organiseren, denk ik, bij elkaar. Waar we met elkaar durven zeggen, wij organiseren een nieuw platform, een nieuw knooppunt in het netwerk, waar we dit soort problemen kunnen adresseren met elkaar. En dat heb ik niet. Dus we hebben hier agenda 2020. Ik hoor heel veel zuchten. Zegt u nu dat er geen formeel samenwerkingsverband tussen de gemeente en de Achterhoek is? Nee, dat zeg ik niet. Ik ben een andere overheidsorgaan. Ja? Hè? Wat ik dan merk is dat we te veel nog in, en dan komen die modellensamenleving weer, we zitten nog te veel in die schotjes. Er ontstaat in de samenleving iets anders. De samenleving verwacht een andere overheid. Wij zijn aan het zoeken met elkaar naar die rol. En dus, maar wat we wel nodig hebben, en dat hebben we niet, daar ben ik gewoon heel eerlijk in. Uh-huh. Dat geldt niet alleen van Achterhoek, dat geldt ook uit alle andere terreinen, waar wij die nieuwe verbindingen maken, waar we die nieuwe knooppunten leggen. En waar ik bijvoorbeeld mijn agenda kan neerleggen. Kijk, dit kom ik tegen op dit moment. Ik heb 195 bedrijven. Ik denk dat wij daar weer voorop kunnen gaan lopen. Dan leg ik de lat hoog. Want met die Achterhoek 2020 agenda liep de Achterhoek voorop. Liep. Ja. Maar nu kunnen wij met die verbindingen maken, met dat partnerschap eigenlijk samen met het bedrijfsleven, zorginstellingen, omdat de schaal nou eenmaal toch altijd gelukkig overzichtelijk is in de Achterhoek, kunnen we denk ik ook daar zo'nzelfde succes als destijds met agenda 2020, dat kunnen we bewerkstelligen. Ja, maar ik begrijp uw punt. Want ik zou zeggen, bel de burgemeester van de grootste plaats van de Achterhoek, die van Doetinchem, en zeg tegen de burgemeester, hey, dit heb ik nodig. Noem ik even. Dit heb ik nodig. Regel dat voor mij. Nee, dat is gebeurd. En dan merk ik, dan kom ik toch in een overlegstructuur waar ik te veel energie in moet stoppen. En wat zei de burgemeester van Doetinchem dan terug toen u hem belde? Dat een mooi idee is was en dat we dat verder moesten uitwerken. Oh ja. Niet zijnde. Was dat deze burgemeester? Nee, dat was niet deze burgemeester. Maar dat is maar dit zegt belt, als meneer Pieper u nu belt en zegt, kijk, zoveel kansen. Ja. Ik moet met een hele korte lijn nu echt kunnen handelen. Ja. Wat gaat u dan zeggen? Ja. Nou, dan ga ik niet heel van, dan zou het goedkoop zijn van, gaan we doen. Want ik zei het ook eerlijk. Ik zei, de samenwerking is goed, maar we hebben het te ingewikkeld georganiseerd. Ik denk dat we daar nog even, omdat dat hele heldere ene aanspreekpunt, dat is het niet. Dan gaan we er ontzettend enthousiast mee aan de slag, maar op te veel plekken. Ja. Waardoor hij even niks meer hoort. En daar moeten we vanaf. Dus een van de... Een concreet voorstel nu. Wat moet er nu gebeuren? Nou, ik denk dat wij die samenwerking als overheden weer wat simpeler maken. En tegelijkertijd veel meer de samenwerking zoeken met dat bedrijfsleven. En dan zie ik daar toch ook eigenlijk het waterschap voor een belangrijk deel al in. Want hoe gaat u het simpel maken? Want wij zijn allemaal simpele mensen. Hoe gaat u dat simpel maken? Nou, in mijn kennismaking, en dan snappen de mensen ongeveer wat ik bedoel. Een van de eerste dagen was er het C8-overleg. Ik zei, wat is dat? Dat zijn de 8 colleges. Daarna was het dagelijk bestuur en het algemeen bestuur van de regio Achterhoek. Daarna zie ik allerlei stukken voorbij komen van portefeuillehouders overleggen, milieu of verkeer en vervoer, etc. En zo kan ik nog een tijdje doorgaan. En toen dacht ik, weten we dan eigenlijk wel allemaal wat we aan het doen zijn? Ik denk dat we daar gewoon nog eens even heel kritisch naar moeten kijken. Of we dat niet wat stelt u voor? Simpeler kunnen doen. Nou, een heleboel van die overlegorganen in elkaar schuiven, in ieder geval al dat het er een stuk minder zijn, weten we in ieder geval weer allemaal wat we doen. En daarnaast niet kijken of we dus moeten gaan fuseren of
intensiever samenwerken op gemeenteniveau, maar hoe kunnen we veel intensiever samenwerken met VNO-NCW, met het ziekenhuis, met et cetera, et cetera. Maar dat betekent dat, dat je in ieder geval moet zorgen, dat begrijp ik van meneer Pieper, dat er een heel kort lijntje moet zijn. En dan is dat lijntje. Ik zie hier een hele jonge GroenLinks-burgemeester heel heftig nee knikken. Nee, want waar, een van de dingen waar het misgaat is dat onze overheid, en natuurlijk moeten we elkaar als burgemeesters heel snel kunnen vinden, niet te veel overleggen, niet te veel papier, snappen we allemaal. Maar waar het volgens mij in de kern misgaat, is eigenlijk diezelfde transitie. Namelijk dat onze overheid en ook onze afdelingen langs die oude lijnen zijn georganiseerd. Want een waterschap was tot voor kort eigenlijk maar voor twee dingen. Niet te veel water en schoon water. En als je dat deed, deed je het goed. En hij komt aan met, ja, ik wil grondstoffenleverancier worden. Hij is aan het vernieuwen. Ja, maar dat kan niet. Want als ik in de gemeentewet kijk, hoe verhoud ik mij als gemeente tot het waterschap? Nee, daar hebben we geen intentieverklaring. Sterker, ik heb ook geen afdeling. Want hoe moet ik beoordelen hoe we moeten samenwerken? Dus juist die inhoudelijke slag, die rollen en taken en die inhoud, die is zo razendsnel aan het veranderen. Ja. De wereld wordt ook steeds kleiner, dus ik heb het liever over digitale bereikbaarheid dan over fysieke bereikbaarheid. De Achterhoek was de sodemieter gewoon aan de glasvezel. Overal, ook tot in de grootste uithoeken van het buitengebied. Dat is een economische sprong voorwaarts. Dat moet je dus samen oppakken, ja, met de discussie over dubbele sporen, de N18, et cetera. Ja. Ja. Maar ja, goed, maar wie wordt nu het achterhoekknooppunt waarbij een ondernemer meteen kan zeggen, ding dong, ik ben er, ik heb dat en dat nodig. Nou ja, ik denk dat. Nee, dat moet je niet. Dit is de verkeerde vraag. Want als je namelijk. Ja. Ja, maar dat is weer het oude denken, hè? Dan moet er weer één punt worden die alles gaat regelen vanuit het idee dat de overheid dat allemaal zou kunnen. Dus op het moment dat die ondernemer een plan heeft, dan gaat hij daar mensen bij zoeken. Ook die gemeente. Wat meneer Pieper zei. Sorry? Beperkt zich eventjes tot wat meneer Pieper. Ja, nou, als er een initiatief is vanuit het waterschap of vanuit een bedrijf of waar dan ook vandaan, dan zoek je mensen die dat probleem of die wens ook hebben. En daar ga je iets omheen organiseren zonder structuur. En dan krijg je de goede mensen aan tafel, niet alleen de vergaderaars, maar de mensen die er echt voor willen gaan. Die ook weten waar je geld kunt krijgen, waar je innovaties kunt brengen. Dus het is een andere manier van, zoals Sebastian net ook zei, die samenleving is zo veranderd. En dat zullen we dus veel moderner, geen klassieke methode meer moeten gaan organiseren. Dus dan krijg je inderdaad dat er iemand van een gemeente of iemand van een ingenieursbureau, dus inderdaad dan gewoon 3 maanden gaan zitten op het kantoor van het waterschap. En dan samen gewoon zorgen dat je dat waarmaakt. En dat is gewoon op een hele andere manier werken dan denken, nou, gooi het maar bij ons over de schutting. Wij gaan wel een stuurgroep of een werkgroep of een weet ik wat. Nee, dat is heel anders werken. Dat is gewoon, dus mensen organiseren rond een thema. Rond absoluut. Iets waar mensen gedreven voor zijn. En ik denk dat dat kan in de Achterhoek, want daarmee is niet alleen die gevel goed, maar ik denk dat er veel meer goed is. Ik denk dat het fundament ook absoluut uitstekend staat. Dus ik ben ook dat veel positiever daarin. En ik denk dus dat we daarmee echt het verschil kunnen maken. Oké, een totaal nieuwe. Concluderen. Op een rijtje zetten. Een totaal nieuwe manier van werken. Dus om een thema, om een behoefte die in de regio is, vorm je een groepje. En ga je dan niet weer verzanden in, oh mijn god, we hebben nu 100 groepjes? Nee, nou ja, want als het goed is. Zou niet erg zijn trouwens. Als het maar de goede groepjes zijn. Als ze maar opgeven. Als je 100 thema's hebt. Ja, als het project maar klaar is. Want ik neem aan op het moment dat gerealiseerd is wat het waterschap wil, dan kun je andere dingen gaan doen. Dat vereist wel een andere houding van bestuurders zoals wij. Ja. Van wethouders, van raadsleden en van ambtenaren. Maar gaat ervoor zorgen dat die instelling van jullie allen en de wethouders en de raadsleden zo anders wordt? Ik denk dat het nodig is, omdat iedereen zal beleven dat die samenleving erom vraagt. Er kan niemand zeggen dat het zo mot. Maar je voelt gewoon dat het niet op deze manier door kan gaan. Meneer Pieper, bent u nu een gelukkig mens? Ik ben altijd een gelukkig mens. Oh, echt waar? Ja. Zou niet zo. Nee, maar dit, er is een probleem, een vraag, groepje omvormen, zaken doen. Is dat wat? Nou, ik geloof heel sterk in de kracht van de samenleving. En dat heb ik hier ook gehoord aan tafel. Het punt is niet dat het weer terecht moet komen bij een samenwerkingsverband van gemeentes of van burgemeesters en een dijkgraaf, et cetera. Het punt is dat wij, als wij tegen een bepaald probleem aanlopen met bedrijfsleven, et cetera, dat we op dat moment met elkaar die kracht die er is, die power en energie, dat we die weten vast te houden en die weten te versterken met elkaar. En volgens mij moeten we daar de organisaties omheen bedenken. En ik denk ook dat we draaien nu nog te vaak. Jullie zeggen eigenlijk hetzelfde. Ja, maar wat we nu. Ja, we zeggen voor een deel hetzelfde. Maar wat we veel te vaak. En er wordt ook voor ons nog een. Het vergt dus ook wat van, zeg maar, de samenleving. Dat ze niet achterover gaan zitten en denken van, dat gaat de overheid wel voor u organiseren. Nee, er zal ook een andere houding vanuit die samenleving moeten. De overheid als geluksmachine is niet meer, geloof ik. Toch? Die is er nooit geweest. Oké. Okay. Nee. En dat betekent, als jullie dit allemaal doorzien te voeren, deze hele cultuurverandering,
dat de Achterhoek geen sterfhuis wordt? Absoluut niet. Nee, alsof wij daarover zouden gaan. De energie zit bij mensen, zit bij bedrijven, zit bij duizenden vrijwilligers die zich iedere dag inzetten voor van alles. De energie zit gewoon in die Achterhoek. De kunst is alleen om goed te ondersteunen. Ja, en goed te helpen om dingen te laten lukken. In plaats van soms juist dwars te liggen of moeilijk te doen, zoals het vaak beleefd wordt. Dus dat vergt inderdaad een andere houding. En ja, ik ben ook wel blij met dit gesprek, maar ook met gesprekken in onze gemeente, ook tussen de politici, die ook snappen dat dat niet meer vanuit het gemeentehuis geregeld wordt. Dus het besef begint in te dalen. Hoe is het in Lochem? Want ik geef tot slot onze jongste tafelgenoten. Maar hebben jullie elkaars gegevens allemaal? Jullie zitten allemaal aan elkaar. Hebben samen een WhatsApp-groepje al gemaakt? Burgemeesters? LinkedIn. Nee, hoor, WhatsApp gaan we weer digitaal pesten. Dat willen we niet hebben. Okay. Tot slot. Nou ja, is dit de oplossing? Hij gaat wat werken. Ja, en nog iets anders erbij. Wat ik geproefd heb in de Achterhoek is dat iedere gemeente toch een beetje een oestertje is. En dat het soms heel fijn en knus is, maar dat als je die parel wil vinden, dat je met elkaar moet openbreken. Dus juist ook gewoon, laat nou zien waar je staat. Wees eens wat trotser, ga wat meer naar buiten, vertel het verhaal. Wees in verbinding. Juist die kracht en die kwaliteit van het bestuur, die moeten we ook daarbij op tafel leggen. Want er is zoveel moois om te laten zien. Dat hoeven we niet te verstoppen, die oester moet echt open. Oké, wees in verbinding heet het, hè? Wees in verbinding. Wij zijn alle nu in verbinding, heb ik zo het gevoel. Oh, klopt dat? Ja. En we staat de hoogste tijd voor muzika. Ja, muziek als verbinding, daar ben ik voor. Het liedje heet Lavendel. Het gaat over de mooie dingen, de levensdingen. En hard over straat lopen. Ik loop over straat hard met mijn mond wit open. Ik slik de zon en de vlieg en de maan. En ik lig in mijn bed gedoucht met schone lakens. Het is er warm en ook fris. Tegelijk. En ik fluit uit. Oh ja, oh ja. La, laat me dansen in dit bad vol lavendel. Ja, ja, laat me dansen in dit veld vol lavendel. Ik lik o zwijt en o spij en ik kiek. En ik fiets met mijn kind blij. Ver op de fiets en ik wies de beerden en de koeien auto's aan. En ik fluit. Ja, ja, laat me dansen in dit veld vol lavendel. In het blauw en peers. In het blauw, wauw, 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 wauw en peers. En ik et, oh, et een warm. Als een vorst aan tafel, een salade en een perzik en een ei.
ik drink mijn biergulzen met mijn vrienden. En het proosten klinkt en zingt gelijk. En ik fluit, fluit. Oh, yeah, 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 yeah. Laat me dansen in dit bad vol lavendel. Ja, 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 laat me dansen in dit veld vol lavendel. In het blauwe wimpers. In het blauwe wimpers. In het blauwe dank. Heel mooi. En we hebben nog één verrukkelijke verrassing op het menu staan, mensen. En de mensen die vaker komen weten het al. Wat zouden wij zijn zonder columnist Frans Michelbrink? Dankjewel. Was het gezellig, vond je niet? Vond je niet gezellig? Ja, ik vond het leuk. Wat vond je het leukste van de middag? Jouw column ga ik het leukste vinden. Oh, dat was een open vraag. Dames en heren, als ik even stilval, kan ik het weer niet lezen. Maar ik hoop tot het einde toe te kunnen volbrengen. Dames en heren, beste Achterhoekers. Het is zondagmiddag 8 maart 2014. Met lentekriebels zijn we vanochtend wakker geworden. En... Ja, soms doe je wel eens in de voorbereiding wat, hè? Het is zondagmiddag 9 maart 2014. Met lentekriebels zijn we vanochtend wakker geworden en tegen elkaar aangekropen door het lentegevoel. Zon hoog aan de hemel, het zondagmorgen eitje in de lentezon. Vader heeft met zijn handen op zijn rug in jegeronderbroek de lentetuin geïnspecteerd. Moeder een lenteslaatje geserveerd met tuindeuren voor het eerst weer open. En ergens tussen 2 en 3 pakte moeder vader stevig bij de arm en zijn ze samen huppelend met lentekriebels in alle vezels richting Piment gelantefanteld. Lekkere koffie van Gertje van Aals. En daarna zijn ze hier ergens in de zaal als een mooi stel tegen elkaar aangekropen. De zaal van Piment gevuld met lentehormonen en Lucie zingt zwoel de opening. Het wordt super. En daarna valt het geluid uit. Test, test, geen microfoon en de zaal denkt potverdomme. Is het buiten 20 graden, de mooiste dag van de wereld en dan zitten we zonder geluid hier in de zaal. Daar gaat mijn middag. Maar nee, daar is onze minister. Dames en heren, het eerste grote politieke nieuws. Het is plezant in Brussel. Fijne baantjes, het is fulltime leuk te combineren. Absoluut niet zwaar, geen gedoe, beetje campagne voeren in Tilburg en Eindhoven. Beetje met begrip, beetje met veel begrip, heel klein beetje onbegrip. Een beetje door en toen brak zelfs de economische lente in de zaal een klein beetje door. Het trekt aan. De kraan kan nog niet vol open, maar we zijn uit de recessie. Er moeten nog een paar aan het werk geholpen worden. Veel werklozen, de bouw of schat van koopwoningen, krediet, vliegwiel naar beneden, vliegwiel naar boven. En dan Poetin. We hate him, maar zo praten ze niet in Brussel. Daar is het saai, daar praten ze over de gaskraan dicht of niet. Maar het is de Oekraïne of onze pomphouders en daar zijn onze burgervaders. Maar ondertussen zijn de dames in de zaal wat meer op zichzelf gaan zitten. En denken bij zichzelf, wat een leuke minister. Had ik thuis maar zo'n handelspartner.
Lieve minister van Financiën mag mijn fondsen ook wel beheren. Dat is toch een man waar je in wilt investeren? Zo met die krulletjes en met dat leuke brilletje. Daar wil ik nog wel een MKB-handeltje mee opzetten. Zo'n man geeft je toch alle krediet? En je kent de pofferdooien op mijn lach ook? Dan wil ik wel meer naar Brussel op structurele basis. Met Jeroen wil ik ook wel een hoger eigen risico. En met die minister wil ik ook wel ergens aan de grens een nachtje kamperen. Of een nationaal controleer over de grens drinken. Saampjes een nieuw belastingstelseltje bedenken. En wat nou Jeroentje van die of van dat jochie? En als er dan niemand dat jochie Jeroentje wil, kom op minister met je krulletjes en dat leuke brilletjes. Let's do it. Maar leverde en toen was ik gelukkig koffie van Geetje van Hals. Om de rode wangetjes even te kalmeren en Lucie zingt. Daarom wird es einmal ein Wunder geschehen. En werden wir uns wiedersehen. En alle dames knikken. Een staande ovatie voor ons Jeroen. En toen werd het serieus. Toen moesten we gaan samenwerken. Samenwerken, ja, het is wel zondag, roepen de Achterhoekers dan weer. Allemaal burgemeesters uit verschillende gemeentes gingen samenwerken. Achterhoekers die alleen maar binnen de bemauwde kom denken. De oester is bijna niet te vinden. En de eigen navel de kont in staren. De provincie zegt, het is gewoon rot. Ik denk, daar gaat de lente. Mwah, hoe komen ze daar nou bij? Het gaat geweldig met de samenwerking. We praten veel, het gaat nergens over. Maar het kan niet beter. We hebben de intentie gehad, Achterhoek 2020 denk ik dan. En anders toch gewoon Achterhoek 2025. En anders via de multischale samenleving. Ik denk, nou dat wordt wel 2030 Achterhoek. Wat nou rot. En overal samen. En ook met de Duitsers. En dan moeten we potverdomme van de burgemeesters weer over de grens. Wel kijken, maar niet denken. En de burgemeester van Lochem was de grens nog niet eens over geweest om te tanken. En meneer Zadelhoff snapte het niet meer en ik zeg, wie wil, komen ze een tijdje hier wonen. A18 moet dubbelspoor, al die dingen hebben we het al jaren op. En de burgemeester Bloemen vindt de collega's somber. Ik denk, dat is het. Burgemeester Bloemen geeft het voortouw. Maar ja, burgemeester Bloemen heeft dan ook voor de bijeenkomst €50 aan me betaald om een positief bericht te brengen. Meneer Albers is ook een positief hoor, maar er is geen leider. Want er moet een slag gemaakt worden. En ik denk, nou, als dat het probleem is, ik kan morgen wel. En als dan, ja, ik bedoel, het probleem is, ja, ik regel dan wel een grote tafel, kratje bier, even halen in Duitsland, een stuk of drie. En dan de volgende week hebben we die samenwerking op de rit, dran en nog met Schik ook. Want dat leiderschap kan niet zo moeilijk zijn. Maar niet op donderdagavond, dan moet ik bouillat. En morgen maak ik het... Oh ja. En morgen maak ik dan zelf wel even dat WhatsApp-groepje aan. Want, beste mensen, het is echt zover. Na onze barre Siberische winter, de nieuwe lente. Een nieuw begin. Gooi die politieke deuren open. Kruip tegen elkaar aan met z'n allen. Want ons clubje Achterhoekers is een te mooi clubje. Ja, hoor ik jullie mompelen hier in de zaal. Dat is zeker zwaar. We zijn een machtig mooi stel bij elkaar eraan. En ik zie vanaf hier de stelletjes een keer weer twinkelend in de ogen kijken. En de dames denken nog even aan Jeroen. Gooi het allemaal open, geniet van elkaar. En kruip vooral heel dicht tegen elkaar aan, lieve burgemeesters. Denk aan de lavendel van Lucie. Huppel dadelijk de foyer in. Toast op het leven met Geetje van Hals. Sla elkaar daarna onder de armen. Huppel daarna heerlijk naar huis. Kijk niet naar Studiosport, mannen. Ik zeg niet naar Studiosport kijken. Maar dans een pas de deurtje met z'n tweeën in de woonkamer, dames en heren. Het lijkt er sterk op dat de lente is begonnen, nu de samenwerking nog. En Gertje, ik heb je deze column 3 keer genoemd, dat is €150. En graag ook een heel groot applaus voor de Dijkgraaf, de burgemeesters en mijn co-host Peter Zadelhoff. Ik wil heel graag nog eventjes opnoemen de sponsors die dit politiek café mogelijk maken. Zonder sponsors, mensen, is er geen piment. Misschien kunnen ze ook op scherm verschijnen. Ja, inderdaad. Arriva, Baks Advocaten, Kroeze Wevers, De Kaakgroep, Goma BV en Rabobank Graafschap Midden. Veel dank voor deze sponsoren.
De wijn is van de Berendhausgroep en de bloemen zijn, zoals altijd, van Oldhouse Takken. En dan wil ik nu ook heel graag mijn team, dat doen we één keer per jaar aan het einde van het seizoen, het hele team naar voren. Esther Ruse, Boudewijn de Boom, Tessa de Jong, Els Bakker, Peter Groeskamp, Rianne Tol, Hansie, Peter Drent. Kom even naar voren, mensen. En de gastvrouwen. En de gastvrouwen. Marcella Heerenveen en Anneleen Doornenbos. Gaan jullie even lekker shinen voor de camera's? Want zonder dit team is er ook geen piment, mensen. Heel fijn. U kunt deze aflevering nog eens rustig terugbekijken op, via openwebcast.nl. We zijn vanmiddag de hele middag live gezien. Maar u kunt het nog eens, denkt, dat vond ik nou zo leuk. Dan wil ik nog even, wat zei die toen? Openwebcast.nl. En de rest mij u niets anders om een fantastische zomer te wensen. En tot oktober. En voor jullie het weten is het zover hoor. Ik zweer het. Oké. Ik wil heel graag het laatste woord even geven en dat is aan Wauke van Scherrenburg. Want zonder haar komen er geen gasten op zondag naar de Achterhoek afreizen, zowel uit Den Haag als uit de regio. Dankzij haar enorme inzet, lobby in Den Haag, maar ook hier hebben wij dit in de Achterhoek. En volgens mij zijn we daar allemaal heel erg trots op. Dat blijkt wel aan elke keer weer alle mensen die deze kant op komen. Dankjewel Wauke. Ja, toe dan maar. En nu aan de borrel.